Maar ik wist gewoon, als zij het kan, ook half Antilliaans, ja, een beetje getint, kan ik het ook. Dan is er ook die plek voor mij. Onder zat niet, ik wil succes omdat ik succesvol wil zijn. Nee, ik wil succesvol zijn omdat ik bang ben om arm te zijn. Hey, ik kook echt niet, hè, dus ik ben helemaal, ik ben echt uitgekookt. Dus zeg maar, als een man, ik zeg als eerst, als ik iemand ontmoet, bij de laatste ook, één ding doe ik niet, en dat is koken. Want als ik heel rijk had willen worden, had ik nu nog 10 boeken gemaakt. Maar dat voel ik dan niet meer. Ja. Omdat ik zelf denk, ja, hey, ik wil dat helemaal niet meer. Waarom ben ik zo streng voor mezelf? Waarom ga ik calorieën tellen? Waarom moet het allemaal strakker? Dat je je dromen nooit moet loslaten. Al duren ze soms jaren. Je moet gewoon niet omdat je een tegenslag hebt. Want ik heb ook ben afgewezen voor Onderweg naar Morgen. En afgewezen voor Goudkust. Ja, ik zie jou niet. Ik wil jou niet. En wat doen mannen die niet gezien worden en gehoord worden? Ja, die gaan vreemd. Dus het is een soort self-fulfilling prophecy van... Iets wat ik geloof, wordt de werkelijkheid. Dat is zo, dat impressen van mannen met spullen. Dat snap ik nog steeds niet helemaal. Kan toch ook in andere dingen zitten dan in kopen en betalen. Maar zoals wat dan? Wat kunnen mannen doen? Geef ons mannen... Nou. What can we do? Hoe kunnen we geld besparen? Hey, what up, it's Game, man. Nando Lee. Hey, what's up, yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up? DJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This is J Balvin. Nando Lee, okay? Fernando, X is in that station for a reason, baby, all right? Nando Lee. Yeah, what up, it's your boy Fernando. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk. Sowieso, voor al die inspirerende verhalen ben je het juiste adres. Denk je bij jezelf, hey, wacht even, ik wil meer. Dat kan. Like, subscribe en support sowieso het kanaal. Kijk je via YouTube, gewoon liken, subscriben, blijf reageren. Luister je via Spotify, geef gewoon 5 sterren. Gewoon, het is belangrijk voor de algoritme. Jazeker. Dus als je ervan houdt, support the movement. Vandaag heb ik iemand in de building. Niet zomaar een building. Zij is een superster. Ik volg haar al jaren. Ik ken haar al jaren. Ik heb haar zien ontwikkelen. Ze begon als actrice. Maar tegenwoordig is ze alles eigenlijk. Onderneemster. Killer body heeft ze. Killer mindset. Zij weet van het niets iets te creëren. Een van de fundamentele dingen van hiphop. Ik zeg altijd, als het denkbaar is, is het mogelijk. Dat is iets wat zij heeft bewezen. Meerdere malen. Vandaag in deze podcast ga je haar leren kennen op een hele andere manier. Je gaat leren waar haar hossel vandaan komt. Die motivatie, die grind. En besef, ik heb hier haar allernieuwste boek. Ze heeft meer dan 300.000 boeken al verkocht. Hoor hè, 300.000 boeken. Me Jesus. Vandaag de dame met de killer mindset. Faya Laurens, welkom in mijn podcast. Dankjewel Fernando. Zo. Voor deze introductie. Nee, maar dit is ik zeg het ook off-air tegen, maar ik zeg het ook on-air tegen. Ik ben heel erg trots op jou. Ja, dat zeg je altijd. Vind ik heel lief. Want jij hebt letterlijk alles waargemaakt wat je wilde doen in je hoofd. Ja. Daar gaat dit boek over. Ja, het is killer mindset en 12 stappen waar. Naar de beste versie van jezelf. Maar is dit wat jij dus allemaal bereikt, is dat zeg maar aangeleerd of zit dat gewoon in jouw DNA? Nou, dat heb ik me wel afgevraagd. Maar daar gaat dit boek wel over, want ik ben natuurlijk ook altijd bezig met zelfonderzoek. Het is een groot gedeelte je blauwdruk. En je blauwdruk bestaat niet alleen uit je DNA, maar ook uit je opvoeding. Ja. Maar ook uit je culturele achtergrond, omgeving. Je wordt gevormd door de dingen die er in je leven zijn gebeurd. Dus al die dingen samen zijn je blauwdruk. En die bepalen wat jij doet en waarom je dingen doet zoals je doet. Ja. Dus als je niet gelukkig bent met je leven, dan is het ook wijs om naar die blauwdruk te gaan kijken. Van waarom doe ik wat ik doe? Maar ik ben in principe heel gelukkig met wat ik doe. Maar toch ben ik ernaar gaan kijken van waarom lukt mij nou alles en mijn broertje bijvoorbeeld niet. Ja. Waar ligt dat verschil? En toen kwam ik er ook achter, want ik denk, ja, we hebben toch hetzelfde huis opgegroeid. Maar je hebt niet zoiets als hetzelfde huis opgegroeid, dezelfde omgeving. Want als ik opgetild word, kijk mijn broertje toe en is hij misschien wel jaloers. En heeft hij als eerste trauma, omdat hij denkt dat hij er niet bij hoort. Dus ja. Je hebt altijd een andere opvoeding binnen een huis. Dus je wordt gewoon ook anders dan je broertjes en zusjes. Maar daarnaast heb ik ook een andere vader, Antilliaans vader. En die was heel temperamentvol. En die hebben mijn broertjes en zusjes ook niet. Dus ik heb zeker temperament van mijn vader, het vuur van mijn vader, spiritualiteit van mijn moeder. En dan heb ik gewoon de nodige ellende eigenlijk meegemaakt. Die je nodig hebt als kind om mee te maken. Om te zeggen, zo wil ik nooit worden. Ja. Ik wil nooit zonder geld zitten. Ik wil nooit uit een uitkering leven. Wat wil ik wel? Dat is een hele belangrijke les die mijn moeder me leerde. Van niet zeggen wat je niet wil. Maar wat wil je wel? Daar heeft ze mij heel erg als kind in getraind. Want ik zei altijd, mijn moeder heeft dan 4 kinderen van 3 verschillende mannen. Ik wil nooit verschillende mannen. Nou, kijk wat ik heb.
Allemaal verschillende mannen. Allemaal verschillende kinderen van verschillende mannen of twee. Dus eigenlijk omdat ik daar zo op focuste, heb ik dat gekregen. Ja. En ik heb het met alles goed gedaan, behalve met mannen. Maar dat is een ander verhaal. Dus met al mijn successen heb ik gedacht, dat wil ik. Daar ga ik voor. Ja. En gewoon gefocust daarop. En het dan ook gekregen. Want was je altijd zo? Of is het zeg maar ontstaan? Want op een gegeven moment, je begon je carrière als actrice. Althans, wij kennen jou als actrice. Was dat op dat moment jouw grootste droom? Ja, ik wilde als 12-jarig meisje in Goede Tijden, Slechte Tijden spelen. Ik zat in groep 8. Goede Tijden, Slechte Tijden was er. En Onderweg naar Morgen was er volgens mij nog niet. Dat was de enige serie op tv. Ja, en Kees en Co of zoiets. Of weet ik wel wat je vroeger had. Ja. En ik wist heel snel, daar ga ik inspelen. En ik heb gisteren Katja Schuurman een boek opgestuurd. En daar heb ik letterlijk ingeschreven. Toen jij in de serie kwam lopen, wist ik, dat wil ik ook. Jij was mijn voorbeeld. Want ik zag haar de serie inlopen en ik vergeet het niet meer. Ik weet nog waar ik stond, hoe oud ik was. En zij kwam met die boskrullen zo die serie inlopen. En toen dacht ik, waarom hebben ze mij niet gebeld? Want ik sta ook bij dat castingbureau ingeschreven. Ja. Ik heb ook die krullen. Ik was 5 jaar jonger. Ik was een heel jong meisje. Maar ik wist gewoon, als zij het kan, ook half Antilliaans, een beetje getint, kan ik het ook. Dan is er ook die plek voor mij. En ik heb dat gewoon nooit losgelaten. Wow. Ik ben daar gewoon alles voor gaan doen. Van inschrijven tot het castingbureau, tot iedere keer met je foto's opnieuw langsgaan, tot acteercursussen. En dan was ik er weer, en dan was ik er weer. En dan belde ik weer aan. En toen werd ik, ondertussen was ik 12 en ondertussen was ik 21, was ik bijstandsmoeder geworden. Maar ik had mijn droom nooit vergeten. Nee, ik heb nooit losgelaten. Dus toen Irene, mijn dochter, 6 maanden oud was, ben ik met haar op mijn hand. Ik zag er weer een beetje normaal uit. Mijn plofgezicht was weg. Toen ben ik naar dat castingbureau weer gaan. Weer mijn nieuwe foto's. Ja. En toen zagen ze Irem. En toen zei ze, wil zij niet in de serie spelen? En toen zei ik, ja hoor. En toen was zij baby Lucas geworden. En toen was ik daar op de set. En toen had ik echt geproefd van de set. Ja. Dus toen dacht ik, oh, dit wil ik zo graag. En toen kon ik het nog beter visualiseren. Want toen wist ik hoe het eruit zag. Toen was ik daar 2 dagen geweest of 3 dagen. En toen dacht ik, ja, nee, dit wil ik. En toen bleef ik op de website kijken. En op een gegeven moment vroegen ze dus een Marokkaans meisje, 23 jaar met aantoonbare acteerervaring. Ik had het alle drie niet. Ik was 21, ik was niet Marokkaans en ik had geen aantoonbare acteerervaring. Ja. Maar ik wist wel, die rol is van mij. En dat voel je hier. Het gaat als een soort van kippenvel over je heen. Je weet gewoon nu heb ik hem. Ja. Dus ik mailen een motivatiebrief met een foto waar ik zo Marokkaans mogelijk eruit zag. En toen heb ik auditie gedaan en met 40 meisjes ben ik het uiteindelijk geworden. Maar wat dat verhaal zegt, want ik vertel dit verhaal ook een beetje in het boek volgens mij. Wat het verhaal zegt is dat je je dromen nooit moet loslaten. Al duren ze soms jaren. Je moet gewoon niet omdat je een tegenslag hebt. Want ik ben afgewezen voor Onderweg naar Morgen. En afgewezen voor Goudkust. Allemaal omdat er iets beters was. Want Goede Tijden was nummer 1. Dus als je leert van, als het niet lukt, dan is er iets beters voor je. Dan zit je ook niet meer met het feit dat het niet gelukt is. Dan kan je het veel sneller loslaten. Waardoor je veel sneller in een lekker gevoel weer zit. Want anders blijf je met het wat niet is gelukt. Waardoor je meer succes aantrekt. Maar ook bijzonder dat je moeder werd. En dan krijg je leven een andere wending. Althans, weet je gaat om andere dingen denken. Maar je liet de droom nooit los. En sterker nog, je ging met je kindje daar. En je kindje krijgt een soort rol, krijgt een rol aangeboden. Toch? Dat je denkt, hè? Dus als een soort, ik weet niet. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Het moest gewoon zo zijn. Ja. Ja, en mijn moeder heeft me echt leren visualiseren en vragen aan het universum en dan te krijgen, zeg maar. Maar mijn moeder gelooft daar nu weer niet meer in. Daar had ik laatst een gesprek mee. En die gelooft nu weer dat het lot is bepaald en dat je script er is. Ik zeg, mam, jij hebt me dit zelf geleerd. Maar ik ga nu niet meer met jou mee zijn. Ik geloof gewoon nu dat ik het gewoon creëer. Je hebt gewoon een nieuwe realiteit. Je hebt weer iets nieuws nu. Ja, maar wel mooi, want misschien had je dat, die informatie nodig om te worden wie je nu bent. Dus zeg maar dat wat zij jou gaf op dat moment was nodig om te worden wie je bent. Ja. Doordat zij op dat moment dat geloofde. Heeft geleerd. Ja. En leer je dit ook je kind ook? Zeg maar wat jouw moeder jou geleerd heeft. Maar mijn kinderen zijn heel anders. En ik ben een ander voorbeeld. Kijk, maar dat is de tweede. Die opvoeding van je blauwdruk. Ik wilde niet arm worden omdat ik arm was thuis. Dus zeg maar, mijn hele motivatie om rijk te worden kwam uit angst om arm te zijn. En dat is niet een goede motivatie, want dan word je nooit rustig. Want eigenlijk is er een soort van gevoel hierachter wat altijd denkt, wat als het er niet meer is? En daar ben ik wel mee aan de slag gegaan, want mijn agenda was zo vol. En in 2019 klapte ik bijna uit elkaar. En ik dacht,
Als ik het geld dat ik nu verdien, als ik dat had gedacht dat ik 10 jaar geleden, dan zou ik denken, oh, ik hoef niet meer te stressen. Maar waarom stress ik dan nu nog steeds? Terwijl het meer is geworden. Ja. En toen kwam ik dus achter dat thema van angst. Eronder zat niet, ik wil succes omdat ik succesvol wil zijn. Nee, ik wil succesvol zijn omdat ik bang ben om arm te zijn. Ah. En die angst moest ik oplossen. Dus dat trauma van mijn jeugd en geen geld hebben. En te zien dat je moeder afhankelijk is van een man, dat is nu mijn hele thema waarom ik alleen ben. Dus omdat ik zag dat mijn moeder afhankelijk was van een man. Die man behandelde haar niet helemaal goed. Maar we zitten in die situatie. We kunnen niet weg, want we hebben geen eigen huis. En we, weet je zo. En de kinderen zijn ook niet oké daarin. En dat allemaal bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat ik al heel vroeg heb bepaald. Ik ga het alleen doen. Ik wil mijn eigen geld verdienen. En mannen zijn niet te vertrouwen. Alleen nu ben ik 42, denk ik, ja, fai. Ik zoek onbewust continu mannen op die niet te vertrouwen zijn. Omdat ik... Onbewust gaat je brein zoeken naar bewijs dat dat zo is. Ja. Dat wat jij gelooft de waarheid is. Snap je? En wat is de nieuwe waarheid die je zelf vertelt? Nu heb ik dat helemaal achterhaald. En mijn vader zei dan ook nog eens een keer. Antilliaanse vader is overleden toen ik 21 was. Niet zoals je moeder worden. Hè? En ga op je eigen benen staan. Je moet hard werken. Als je huur niet kan betalen, dan moet je niet kleiner gaan wonen, maar harder gaan werken. En dan zei hij ook nog van, niet mannen vertrouwen. Hè? Zorg dat je je eigen geld verdient. Dus ik dacht, oh. Dus aan de ene kant liet hij mij ook nog eens een keer zien. Dat hij er niet was, want hij was er niet. Dus inderdaad, mannen zijn niet vrouwen, waar ben jij? En als hij kwam, dan had hij altijd een preek. Weet je wel? En dan was het altijd dit. En dan zag ik aan de andere kant mijn moeder struggle met die mannen. Dus allemaal gelaagd. Oké, mannen zijn echt niet vertrouwen, ga het zelf doen. Maar ja, als je dan alles zelf doet, jaar in jaar uit, dan denk je, jeetje mina man, het is niet te doen. Alles altijd in je eentje. Mannen eigenlijk nooit dichtbij laten, hè? Want ik heb heel veel vrienden gehad, mannen gehad, maar ze zijn nooit in mijn hart gekomen eigenlijk. Je bouwt eigenlijk gewoon een soort van... Ja, muur. Je weet al van, ja, je bouwt al in, ze gaan toch weg. Ja, nou ja, ze gaan, dat denk je dus. Dus dat gaat ook gebeuren. Maar je denkt ook, kom maar niet te dichtbij. Want dat kan pijn doen. Of jij, weet je. En wat geef je dan voor signaal? Ja, ik zie jou niet, ik wil jou niet. En wat doen mannen die niet gezien worden en gehoord worden? Ja, die gaan vreemd. Dus het is een soort self-fulfilling prophecy van iets wat ik geloof, wordt de werkelijkheid. Ja. En dat is, zie je ook heel veel bij mensen die... overgewicht hebben, die zeg ik ben dik en lelijk. Ja, die worden steeds dikker en voelen zichzelf steeds lelijker. Omdat je gaat eten om je goed te voelen. Snap je? Omdat dat... je moet jezelf, wat je wil, moet je programmeren in je hoofd. Vanuit een positieve aanpak. Ja, vanuit positie, niet vanuit angst. Ja. Dus ik heb wel geld verdiend en een mooi huis gekocht en alles wat ik wil. Maar ik dacht, wanneer ga ik daar nou van genieten? Wanneer zak ik nou in het leven? Wanneer denk ik nou, oh, nu hoef ik allemaal niet meer zo te stressen. Ja. Wanneer komt dat moment eigenlijk? Ja. Dat kwam maar niet. Ja. En toen ben ik echt met mezelf aan de slag gaan. En toen ontdekte ik dit allemaal. En toen dacht ik, wauw. Oké, dus hier is werk te doen. Ja. Want op een gegeven moment, dat bereik je al niet. Want ik sprak je dan steeds dat ik je dan tegenkwam. Of weet je, en af en toe dan hadden we app contact. En dan zei ik van, hey, ik ben trots op je. Je bereikt. Want ik zag je dingen bereiken van afstand. Ik, wow, wat tof. Want dan zei je bijvoorbeeld van ja, ik wil mijn eigen product in de winkel. En dan zag ik het gewoon gebeuren. Maar op het moment dat ik of andere mensen dan tegen jou zeggen van je bent goed bezig. Besef je dat? Nee, in je, nee dat hoor je niet. Ja. Want kijk, dat is hetzelfde als dat je tegen iemand zegt je ziet er heel goed uit, maar die voelt zich dik. Ja. Het maakt niet uit wat iemand zegt. En misschien is het een momentje dat iemand zich dan lekker voelt. Maar het gaat om het gevoel wat je... zelf hebt over jezelf. Ja. Ja. En als jij een gapend gat bent, zeg maar, dus jouw gevoel over jezelf is, ik ben niet goed genoeg en ik moet nog meer, of er zit angst of whatever, kan 100 mensen tegen jou zeggen hoe goed je het doet. Je gaat het niet zien, totdat je het zelf gaat zien. Dat je zelf ziet, wauw, kijk even wat je hebt gedaan, Fai. En daar zit ik nu hoor. Ja. Maar nu pas, hè. Ja. Want toen ik in goede tijden zat, wilde ik naar Hollywood. Ja. En weet je wel, en ik ben naar Hollywood gegaan. Hè? En ik kreeg een manager en een agent. En toen besefte ik me, hoe ga ik dat doen met dat kind? Want ik had natuurlijk mijn dochter, die was toen 3. En die ging ik niet bij haar vader weghalen. Ja. Dus ik ging helemaal met hoge dromen erheen. Maar eigenlijk met een stemmetje in mijn hoofd. Wat dacht, het gaat je toch niet lukken? In dat opzicht dacht ik, in Amerika zien ze me niet zitten. En daar gingen allemaal deuren in één keer open. Oh, je kon gewoon daar een film spelen? Nou, niet in films. Ik kon een manager en een agent krijgen. Ja, nou, ja, dat is al bijzonder. Dat is al bijzonder. Ja, ja. Maar die zeiden meteen, je moet hier weer werken, want je Engels is ruk. Ruk. Dat is ruk. Ja, ruk. Ik kan echt geen Engels. Nog steeds niet. Dus toen dacht ik, hoe ziet dat er dan uit? Weet je? En toen besefte ik me, dat kan gewoon niet. Ik ga niet mijn kind bij de vader weghalen. Ja. Dus die droom heb ik gelaten. Maar ik wilde altijd meer. Dus als je altijd meer wil... Ja. Dan ben je nooit in het hier en nu. Ja. Dan kan je nooit genieten van wat je nu hebt in dit moment. Maar op welke leeftijd besefte je van... Want je zei, niet zo lang geleden heb je dus
leren gelukkig zijn. Ja, nee, dat is echt vanaf 2019 ben ik begonnen met dit werk. Ja. En ik denk dat ik er nu zit. Ja, dat ik denk van oké, nu. En nu kijk je ook gewoon tevreden ook naar wat je hebt. Van, hey. Ja. Nou, nu wil ik van mijn huis af, want het is veel te groot. Oh, oké. Want mijn ego hoeft niet meer gevoed. Want het gaat ook een heel stukje over die erkenning die ik niet heb gehad van vader, weet je wel. Ja. Die altijd maar preekte, maar eigenlijk nooit tegen me zei, wat doe je het goed? Ja. Sterker nog, hij zei, jij kan niks. Je hebt geen talent. Dus, en ik weet dat die woorden ervoor hebben gezorgd wat ik nu heb. Maar die hebben er ook voor gezorgd dat het nooit genoeg was. Dat ik er nooit van kon genieten. En nu kan ik dat wel. Nu kan ik mezelf waarderen. Nu heb ik tegen mezelf gezegd, Jezus, Fai, kijk even wat je hebt neergezet. Ja. Is niet normaal. Maar besef, hè, wat voor impact de opvoeding heeft. Ja. Maar gewoon één zinnetje. Ja. Het hoeft maar één zinnetje te zijn. Het is niet altijd meteen dat iemand heel zwaar mishandeld moet zijn geweest om getraumatiseerd te zijn in zijn jeugd. Weet je, ik heb echt alles afgepeld. Ik ben zo diep gaan zoeken naar waarom ik ben wie ik ben en waarom ik doe wat ik doe. En ook met mijn borsten bijvoorbeeld. Die heb ik er dan uitgehaald 2,5 jaar geleden. Maar toen ik dat ging doen, ging ik een heel proces ook aan met wanneer zijn ze eigenlijk gekomen en waarom zijn ze er geweest. En waarom kwamen ze? Toen ontdekte ik dus dat ik als kind werd mijn haar altijd kort geknipt. Want ik heb best wel veel krullen. Mijn moeder is Nederlands en die ging dat kammen. Dus dat werd helemaal zo. Zij wist niet zo goed wat ze daarmee moest. En toen had ik een keer hoofdluis. Nou, mijn moeder raakte helemaal in paniek. Was de eerste kind, allemaal eitjes door dat hele haar. Dus die is toen met een schaar gewoon voor het raam zo gaan knippen. En ik moest stilzitten. Ik vergeet het nooit meer. Het is natuurlijk als meisje verschrikkelijk. Dus toen had ik allemaal kale plekjes op mijn hoofd. En daar moest ik mee naar school. Toen had ik een doekje om mijn haar gebonden. En dat moest ik van de juf afdoen. En vertellen wat er aan de hand was met mij. Dus ik was vanaf dat moment voor mijn gevoel het meisje met de hoofdluis. Dat is echt, je schaamt je als kind. Ja. Dus als ik ook bij vriendinnetjes ging spelen, wilden die moeders eerst op mijn hoofd kijken of ik geen luis meebracht. En we waren al een aparte familie met aparte namen, hindoeïstisch geloof, et cetera. Dus we waren al anders, weet je wel. Dus ik voelde me heel erg anders en vooral niet vrouwelijk met dat korte haar. En we hadden ook altijd tweedehands kleding en nooit echt meisjeskleding. Ik kreeg gewoon aan wat er was, snap je? Dus toen was er één moment een keer in Centerparks of zo'n soort Centerparks waar we dan naartoe op vakantie gingen, dat ik heel graag een zwempak of een bikini aan wilde. En toen zei mijn stiefvader, je hebt nog helemaal niks. Dus toen trek gewoon die zwembroek aan die er was, weet je, van mijn broertjes of zo. En ik heb daar ook nog een foto van met kort haar in een zwembroek. Ja, dat is echt een van de, kan ik nu gewoon nog weer om huilen, verdrietigste momenten in mijn leven geweest. Dat ik gewoon mezelf, zeg maar, een jongetje voelde, terwijl ik een meisje was. En toen ik dus borsten kreeg, voelde ik me opeens meisje, weet je wel. En toen ben ik heel snel, ik ben heel vroeg uit huis gegaan op mijn 16e, in de beachclub gaan werken. En toen was die tijd van Pamela Anderson en alles. En ik stond in mijn bikini en ik werd beloond door mijn lichaam. Dus mannen kochten bij mij de meeste breezers. En ik had altijd het top omzet en iedereen zag me staan. Dus ik werd gezien. Ja. En daar ben ik eigenlijk in verder gegaan. Dus ik werd zo erg gezien. En die meiden hadden allemaal neptieten in die beachclub. Dus ik wilde dat ook. En ik was toen 16. Nou, op mijn 21ste heb ik ze gecreëerd. Ik was super blij dat ik ze had. En ik zei tegen die man, zo vol mogelijk, weet je wel. Alles erin wat erin past. En toen werd ik dus wakker. En toen vond ik ze echt te klein. Ja. En toen zei ik, ik vind het te klein. Ik had gezegd dat ik groot wil. Toen dacht ik, nou ja, ik krijg ze groot ook. En toen had ik die zulke tieten gekregen. En ze krijgen ook kring. Nog een keer. Ja, en ik ben met die tieten in goede tijden gekomen. En de producent die zei, nou, je was niet de beste op de auditie, maar je viel wel het meest op. Ja, dus weer beloond. Beloond met dat uiterlijk, met die tieten en FHM en zo. Ja. Werd ik gewoon gezien. En werd dat, ja, dat innerlijke kleine meisje wat niet werd gezien als meisje, weet je wel. Wauw. Dus toen ik daarachter kwam. En hier ben ik echt pas, toen ik mijn borsten weghaalde 3 jaar geleden, achtergekomen. Omdat ik was zo verdrietig. Ik wilde ze eruit. En het is natuurlijk allemaal troep. En toen dacht ik, waarom wilde ik ze eigenlijk? En toen ben ik helemaal naar dit teruggegaan. Wauw, en dat is toch dat moment in die. En toen weet je wat, als je inner child healing gaat doen, dus je gaat echt kijken van waar komt nou alles vandaan wat ik doe, dan ontdek je dus ook dat het niet altijd zo is zoals het je denkt dat het is geweest. Hoe bedoel je? Nou ja, ik dacht dat ik nooit een zwempak aan mocht. Dat ik was helemaal getraumatiseerd van die ene moment. Wat natuurlijk voor mij al een heel traumatisch moment was. Want volgens mij waren er ook leuke jongetjes op dat Center Parks. En dan, ja, dan zie jij er zo uit, weet je wel. Dus toen ging ik in de kinderfoto's kijken. Wat een heel belangrijk onderdeel is, vind ik, van inner child
healing dat je ook naar je kinderfoto's terug gaat kijken. En toen zag ik allemaal foto's met een zwempak aan. Dus het was een moment. Ik mocht ook, maar dat onthoud je niet. Je onthoudt altijd die dingen die niet goed zijn gegaan, weet je wel. True. En dan kan je het weer herprogrammeren. Want het is nooit te laat om een mooie jeugd te hebben. Ja. Je kan het nu nog anders gaan zien. En als je ook je vader of je stiefvader kan zien voor wie hij is. En de man daarachter. En wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. Waarom hij de keuzes maakt die hij doet. Dan kan je het plekje geven allemaal. Want je had op een gegeven moment, want je had je biologische vader. Die sprak je nog, volgens mij, die overleed op je 21ste. Ja, en die sprak ik alleen om mijn verjaardag, kwam je meestal, ja. Hij kent waarschijnlijk mijn vader ook, die kwam ook alleen om verjaardag. Ik weet niet wat het is. Ja. Maar hoe was jouw band met jouw stiefvader? Was dat wel beter dan met jou? Nou ja, kijk, ik was dus boos wel op hem en in mijn leven over wat we hebben meegemaakt, zeg maar. Maar nu ik dat hele inner child healing aan ben gaan en daarna ben gaan kijken, denk ik, deze man nam mijn moeder in huis met twee kinderen die niet van hem waren. Dat vertelde ik toevallig aan mijn broertje die ook niet van hem is. Want die is dan ook nog boos, weet je, en verdrietig en getraumatiseerd over dingen die zijn gebeurd. Ja. Ik zeg maar, Reem, je hebt ieder moment een kans om er anders naar te kijken. Ja. Want hij nam ons ook mee naar India. Want we zijn heel spiritueel, weet je wel. Vier kinderen meenemen met tickets naar India in die tijd. Dat was superveel geld. Zaten we op een ashram, heb ik heel veel van geleerd. Ja. Is mijn hele spirituele achtergrond van vandaan. Hij nam ons wel mee, terwijl wij niet zijn kinderen waren. Hij zorgde ook dat we biologisch eten kregen en allemaal gezond eten. Oké, hij was soms boos en wij kregen het soms te verduren. Maar ja, weet je, je kan ook de mooie dingen bekijken. Ja. Hij heeft het gewoon zwaar gehad met al die vier kinderen, waarvan er twee niet van hem waren. Ja. Dus ja. Ik heb niet per se nu een goede band. Ik ga ook niet bij hem langs of zo. Maar ik kan wel zien wat hij ons ook wel heeft gebracht. Je hebt het afgesloten als een soort fase. Ja. Van jij was in die periode. Heb jij ook dat als positief gedaan? Ja. En ik focus me niet meer op het negatieve. Ja, hij heeft ook zijn best gedaan. En ik geloof wel heel erg dat ouders doen wat ze kunnen. Ja, soms weten ze toch al niet wat ze aan het doen. Want het is eigenlijk gewoon, er bestaat geen blauwdruk of freaking handleiding voor dit. Want je doet maar wat. En en wat ik zeg, je doet het voor het ene kind wel goed. En het andere kind vindt dat dus helemaal niet goed wat je doet. Snap je wat ik bedoel? Maar ik denk dat elk kind ook zijn eigen... Elk persoon heeft verschillende behoeftes. Ja. En wat je leert bij het ene kind, hoeft niet zeg maar... goed te zijn voor de tweede kind. Nee. Die heeft misschien totaal... Nee, en dat ene kind die heeft al een broertje. Dus die is al jaloers dat dat babybroertje nu meer aandacht krijgt als hij. Dus daar begint het al dat het niet meer gelijk is, zeg maar. Ja. Hoe heb jij dat in balans gehouden? Want je hebt gewoon kids, zeg maar. Hoe heb je de aandacht verdeeld? Oh, ik ben nog steeds bezig, nee. Ja. Het is niet makkelijk kinderen opvoeden. En ik denk dat door eerlijk te zijn over dat je je best hebt gedaan. En dat je ook fouten maakt als ouder. En dat maken we gewoon. En ik was 18. Hè. Als ik nu. Ik was laatst op een fotoshoot met een meisje van 19. Ja. Toen zat ik in het vliegtuig. Dacht ik, oh, dat is echt 19. Oh, toen had ik al een kind. Want ik praat met haar. Dacht ik, wauw. Toen besefte ik me. Ik was zo'n kind. Ja. Wie dacht op dat moment dat ik alles al wist en volwassen was natuurlijk. Ja. Maar een kind die een kind krijgt. Ja, ik denk niet dat mijn dochter het heel makkelijk heeft gehad. Weet je? En met Chai was ik dan 26. Ja, ietsje ouder wel. Het zijn twee totaal verschillende kinderen. En ik heb het ook totaal verschillend gedaan. En Irem vond dat weer moeilijk. Want die dacht, bij Chai mag veel meer. Maar dat zie je altijd bij je tweede kind. Ja. Want mijn eerste kind ben je heel streng. En het is ook een meisje. Je bent bezorgder. Maar dan zie je ook dat niet werkt, dat strenge. Want het werkt niet. Nee? Nee, streng zijn werkt niet. Als ik een dochter zou hebben, je mag nergens. Nee, het werkt niet. Nee, dus dat zei ik ook tegen haar. Maar weet je, Ier, ik heb toch juist bij jou gezien dat het niet werkt. Dan ga ik dat toch niet nog een keer doen. Ja. Dat maakt mij toch een ezel. Als ik gewoon dezelfde fouten nog bij het volgende kind ga maken. Dus ik ben milder bij Shai. Maar Shai is ook een jongen. Ja. Het is ook anders. Maar het heeft ook gewoon geen zin. Want kinderen gaan dingen gewoon stiekem zitten doen. En ik heb liever dat je het mij komt vertellen. Ja. En Irem vertelde mij niets en Shai vertelt mij alles. Oh ja. Dus dat is echt een heel groot verschil. Shai vertelt me zoveel dat ik denk, sst, tot hier en niet verder gewoon. Nee, nee. Maar geef je ook advies over zijn privéleven? Dat hij een condoom moet omdoen, ja. Nee, oh ja. Maar dat advies neemt hij volgens mij niet voor lief. Maar hoe is het voor moeder? Want zeg maar, het blijft altijd, zeg maar, die... Je kleine boy. Dus zeg maar hoe. Ja, ik word in het begin wel een beetje misselijk van. Ja. Omdat Shai vindt het heel erg leuk om te oversharen.
Maar die wil ook gewoon ons shockeren, volgens mij soms. Ja, en in het begin werd ik er echt helemaal ontoepasselijk van. Ja. Maar, maar dat is ook wel knap, toch? Dat hij wel zo open is. Ja, maar hij vertelt alles. Nou ja, nee. Hij zegt, mam, ik vertel je nog niet eens alles. Dus ik weet niet wat alles is, maar hij vertelt genoeg. Ja. Ja. Maar genieten ze ook een beetje van het feit dat ze... Of zien ze dat hun moeder dan bekend is? Ik bedoel, hebben zij daar ook last van? Of wat voor manier? Want ja, ze hebben er wel last van. Ja? Op welke manier dan? Shai vindt het echt heel erg. Die zal je ook niet zo snel op mijn Instagram zien. Hij heeft nu toevallig op zijn verjaardag nog een foto posten. Maar die wil niet bekend zijn. Dus die komt niet op mijn boeklancering. Die wil gewoon niet in de media. Dus hij vindt het niet erg dat ik bekend ben. Maar hij wil er zelf gewoon echt niks mee te maken hebben. Terwijl die zoveel humor heeft. Dus ik vind dat dan heel jammer. Ja. Want ik denk, daar ligt gewoon een pad voor jou. Ja. We waren bij Michael Pelagic en daar zaten 2000 mensen in de zaal. Of 10.000, ik weet het even niet, heel vol. En hij pakte ook gewoon de microfoon. Toen was hij nog 15. En hij gaat gewoon lullen over zijn geldproblemen. Ja, hij is 15, maar hij vindt dat dan een heel groot ding dat hij geldproblemen heeft. Maar het was zo grappig, heel die zaal lag plat. En toen, ja, Michael appte me ook nog, nou, fai. Ja, ik zeg, ja, maar hij wil gewoon niks ermee. Terwijl ik dat dan super jammer vind. Ja. En Irem... Ja, die heeft gewoon mij dus inderdaad als voorbeeld. En in plaats dat dat positief werkt, werkt dat juist averechts. Want ze heeft het gevoel, weet je, dat ze daar tegenop moet boksen. Oh, op welke manier dan? Dat, qua... Ja, dat je ook zo succesvol moet worden. En dan wordt het opeens zo'n hoge ladder, zeg maar. Ja. Dat je helemaal niet meer in beweging komt. Snap je wat ik bedoel? Kijk, mijn moeder was natuurlijk niet succesvol, hè. En ik dacht alleen maar, zo als haar wil ik nooit meer worden. Ja. Ik wil geld verdienen en dat ik nooit afhankelijk ben van een man zoals jij. Die dan iets doet en dan kan je niet weg. Nou, dat gaat mij niet gebeuren. Dus het is ook bij mij als één man iets verkeerd doet. Hé, hey, daar is het gat van. Zo, ja. 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 Snap je? En ik leer nu pas van, oh nee, Fai, soms in een relatie gaat het gewoon wat minder. Dan hoef je niet meteen de deur dicht te gooien. Nou, maar wat ik dus volgens mij bij jou kan voorstellen is van, jij bent best wel independent. Jij kan alles doen. En het is niet zo, jij hoeft letterlijk je hand niet op te houden. Zeg maar, ja, your own businesswoman, je onderneemt, je hebt nog een boek, je doet dit, je hebt je product. Ik kan me voorstellen dat het ook intimiderend kan werken bij bepaalde gasten. Hé, hey, ik kan niet haar impressen met de tas. Ik heb zelf gekocht. Ik kan niet impressen met de auto. Nee, weet je wat, het is zo, dat impressen van mannen met spullen, dat snap ik nog steeds niet helemaal. Dat is, wat is dat eigenlijk? Nou, leg jij me dat eens uit? Ja, nou, het impressen heeft eigenlijk met dit te maken. Omdat dat komt vanuit het feit dat mannen zoiets hebben van, ik moet voor jou kunnen zorgen. Op wat voor manier dan ook. Dus ik kan voor, bijvoorbeeld qua huis. Stel je voor, wij zijn samen. Jij regelt alles in het huis. I fix the house. Ik geef je een auto. Ik geef aan van wat mijn toevoeging is in your life. Ik zorg voor jou. Maar als je al die dingen wegneemt. Ja. En ik doe niks in het huis. En ik heb niet echt een andere toegevoegde waarde. Dat is onze love language meestal. Van, ja, ik zorg gewoon. You're good. Maar dat kan toch ook in andere dingen zitten. Dan in kopen en betalen. Maar zoals wat dan? Wat kunnen mannen doen? Geef ons mannen. Nou. Okay, <man. laughs> Hoe kunnen we geld besparen? Nou, het kopen is zo korte termijn dopamine, weet je wel. Het gaat denk ik om de connectie die je met iemand hebt en die kwetsbaarheid die je naar elkaar wil zijn. En dat je ook durft te zeggen dat je onzeker bent. Voor mij komt het een beetje over, al die cadeaus geven. Kijk mij. Ego. Je goed voelen omdat je iemand anders iets geeft. Het is heel leuk hoor om iets te krijgen. Maar het moet niet je love language zijn, denk ik. Ik denk dat een echte connectie, intimiteit heel belangrijk is. Dus dat je elkaar ziet. Ja. Dat je elkaar hoort, dat je elkaar ziet. En dat je er voor elkaar bent als je elkaar nodig hebt. En dat je een kopje koffie voor iemand zet. Of weet dat iemand een hele lange dag heeft gehad. Dat je een bad vol laat lopen. Oké, meer die attente dingen. Ja, gewoon maar ons brein werkt niet. Ons brein gaat niet zo snel daar. Ik denk dat daarom vaak... Ook dingen onthouden. Ja, details. Details. Kijk, mannen onthouden nooit zoveel dingen. En dan denk ik, jezus, luister je wel, weet je wel. Ja, maar dat is, kijk, en dat is ook interessant. Omdat vrouwen hebben heel vaak van... ze voelen zich niet gezien. Omdat wij zitten niet op details. En vrouwen weer wel. Ja. Een vrouw ziet bijvoorbeeld van... Maar je ziet toch dat ik elke dag...
om 4 uur thuis kom. Of weet ik van 6 uur. En dan zit ik met pijn in mijn voeten en zo te bladeren dat ik hoofdpijn heb. Ja. In een vrouwderhoofd is van, je kan hem toch ook masseren. Of je kan, in plaats dat ik weer moet koken, dan kan jij toch iets overnemen. Of ja, dit. Ik kook echt niet. Hè? Dus ik ben helemaal, ik ben echt uitgekookt. Dus zeg maar, als een man, ik zeg als eerst, als ik iemand ontmoet, bij die laatste ook, 1 ding doe ik niet en dat is koken. Nou, ik laat de details verder weg. Maar, als iemand dan weet van dat wil, vindt ze echt. Ja, als ik zo'n hele lange dag heb gewerkt en dan moet ik nog gaan koken. Hey, rot op. Mij zou je super blij maken als je hebt gekookt. Maar dat vind ik ook niet heel sexy als een man iedere dag staat te koken. Maar in ieder geval het eten gewoon fixt. Of me mee uit eten neemt. Gewoon bellen, keer man. Gewoon iets. Thuisbezorgd. Let's go. Ja, niet elke dag. Maar, en af en toe ook wel koken hoor. Maar. Dat ik dat echt niet hoef te doen. Maar waarom heb je dat? Want kan je niet koken of kan je wel koken? Ja, kijk, ik kan heel goed koken, maar meer Surinaams. Maar dat is het beste, toch? Dat is niet zo gezond. Dat is wel lekker. Maar het is heel veel bouillonblok natuurlijk. En ketchup en dat soort dingen. Ja. Dus, en toen ik dus in die gezonde vibe ging in 2016... Dan heb je het. Toen ging gezond koken kan ik niet zo lekker. Ja. Dus toen werd het gezond zonder smaak. En dat is niet... Dat is gewoon niet maar dan gaat gewoon ketchup erop. Nee, maar ja, dat kan dus niet meer dan, weet je wel. Dus nou, dan doe ik wel eens vis in de oven met spruitjes of zo. Maar, maar gewoon als ik bami maak of roti of... Ik kan ook sopropon maken. Maar van wie heb je dat geleerd dan? Zeg maar. Ik ben ik kon al van mijn buurvrouw vroeger. Van mijn moeder had ik een Nederlandse buurvrouw die uit de Bijlmerramp was gekomen. Ja. En die was Nederlands, maar had 6 kinderen, allemaal van Surinamers. Ja. En zij leerde mij echt bami maken en zo. Ah. Dan ging ik altijd bij haar leren. Ja. Dus dat heb ik allemaal daar geleerd, al heel jong. En toen ben ik ook nog 3 maanden in Suriname geweest. En daar heb ik van zo'n basja heb ik echt Surinaams leren koken. Oh wauw, dus het is gewoon jouw specialiteit. Dus ja. you get down. Ja, en ik vind het ook heel lekker hoor. Maar nu dat ik weet hoe ongezond het is, ga ik er niet heel vaak van genieten. Kijk, laatst ook met Shai's verjaardag. Mijn zoon is hartstikke belangrijk, maar die houdt ook heel van dat eten. Heb ik het gewoon besteld bij... Ja. Broodje Lobby. Ja. Broodje Lobby. Hey, hele lekkere pom. Niet zo. Oh my god. Ja? Ik heb het gewoon ingevroren. Dan ging ik het weer eten en weer eten. Ik was 3 kilo ook aangekomen daarna. Ja. Maar dan vind ik het wel lekker om het te eten. Maar dan denk ik wel elke keer. Oké, het is niet gezond. Ik moet niet te vaak eten. Ja. Dus dat zit heel erg in mijn hoofd nu. Door dat zout. En... Maar want je zegt van gezond. Want dat vind ik ook altijd moeilijk. Met zeg maar gezond eten. Want het is belangrijk dat we gezond leren eten. Overal waar we komen worden we plat gegooid. Kapot gegooid met freaking suikers. Dus overal. Maar hoe de hel kook je nou gezond? Lekker gezond. Hoe kook je lekker gezond? Dat vind ik dus heel moeilijk. Ik snap dat niet. Nou, het kan wel, maar dat ben je echt een kok zijn, vind ik. Anders vind ik het echt gewoon konijnenvoer. Ja. Ja. Nou, een kok, als je naar een goed restaurant gaat, die kunnen dat wel met allemaal verse kruiden en zo. Ja. Maar dat is gewoon niet mijn specialiteit. Dus kies ik er gewoon voor om niet te koken. Ja, maar hoe blijf je zo in vorm? Want je bent... Gewoon niet eten. Nee. Van noten. Nee. Maar ik ben wel heel... ik ben wel tegenwoordig een beetje zeg maar dat ik eet om te eten. Dus niet... Ja. Kijk, ik ben ook heel vaak alleen. Hè. Mijn zoon is 16. Nou, die slaapt heel vaak bij zijn broer. Zijn halfbroer in Amsterdam. Ja. Dan zit ik alleen. Of ik heb in het begin wel dat ik nog met mijn biefstukje klaar zat. Dat kwam hier niet. Dus dat soort dingen doe ik. Ik bak een biefstukje en spruitjes. Of vis. Spruitjes. Ja. Dat doe ik dan even in de oven. Dat ik echt 5 minuten klaar ben. Maar ben je geen carbs? Jawel, eet ik ook wel. Maar meestal in de middag. Ik heb net gewoon een tosti gegeten. Ik eet snel. Oké. Okay, voordat ik hierheen kwam, ja. Ik ben niet meer zo heel erg bezig met precies mijn eiwitten en dat soort dingen. Nee. Op dit moment. Maar hoe blijft het in shape dan? Ik train elke dag. Elke dag? Maar hoeveel uur dan? 1,5 uur? Nee. Vanochtend heb ik Pilates gedaan. Maar dat is toch alleen maar rekken, toch? Of ja, Pilates. Ik merk wel dat ik meer triceps en zo krijg. Ja, zo. Dat is een beetje zo. Ook met die elastieken en zo. Het is wel zo. Ja, een core krijgt buikspieren ervan. Ja. Ja, maar en dan doe ik 2 dagen krachttraining, 3 dagen Pilates. Oké, en heb je privé training of allemaal zelf? Nee, doe ik thuis. En de Pilates doe ik gewoon bij de Pilatesstudio. Want ik kan me voorstellen, als je deze hele onderneming opzet met een killer body. Ik dacht, is er niet heel veel pressure? Like, always, want jij bent je uithangbord. Ja, dat is het wel. Maar ik ben niet meer zo in shape als met mijn killer body dieet. Absoluut niet. Toen ik helemaal strak was en geen putjes had. Nee, dat is allemaal niet meer aan de hand. Ja. Maar ik voel me wel lekkerder in mijn vel. Omdat ik het wat losser heb gelaten, zeg maar. Maar waarom heb je het losser gelaten dan?
Ja, omdat het ook weer met dat ik wil gezien worden en dat ik ben niet goed genoeg thema te maken had, ja. Snap je? Dus dan wil je de hele tijd er goed uitzien om maar die erkenning te krijgen. Maar als je die erkenning dus op een gegeven moment aan jezelf geeft, dan hoeft het niet meer. Dan hoef je niet meer perfect. En ik zou je zeggen, ik ben niet echt aangekomen, snap je? Dus, nee, maar daarom zeg ik, van, hoe hou je dit in? Ja, omdat je gedachten over eten ook minder worden van, ik word daar dik van. Of, snap je? Maar wat ook grappig is en gek is aan de ene kant, van zeg maar, wat je heel mooi zegt, van je bent jezelf meer gaan waarderen. Je hebt dingen meer gelaten van, ik hoef mezelf niet zo te laten zien. Net wat je zei met die borsten. Nou, daardoor viel je op bij het ene. Kwam dat weer op je pad. FHM, dit en dat. Maar ook bijvoorbeeld van, ook met je fit life. Die killer body. Ik moet dat heeft je ook een hele imperium opgeleverd. Ja. Zal je hoe gek dat is? Dus, ja, alles, eigenlijk, dat is wel heel grappig. Want alles, wat al mijn thema's, zeg maar, worden succes. Ja. Dus zeg maar, eerst was het, ik wilde actrice worden om gezien te worden. Ja. Als je helemaal afpelt, hè? Want die erkenning van mijn vader. Ja. Dus nu, kijk mij. Nou, daar bouw je dan, op dat thema bouw je een carrière. Vervolgens wil ik nog steeds gezien worden met mijn lichaam, want daar krijg ik een beloning voor. Nou, dat wordt ook een succes. Ja. En nu maak ik de weg naar binnen. Dus nu transformeer ik, de borsten gaan eruit, het grote huis gaat weg. Nou, ik ga meer de weg naar binnen maken. Maak ik een boek over. Ik heb een heel online platform gemaakt met Inner Child Healing. Denk je slankprogramma's. Dus het gaat over je goed voelen in plaats van alleen maar zeggen dat je dik bent en lelijk bent. Ja. Dus nu wordt dat weer mijn succes. Ja. Dus het is elke keer mijn reis. Snap je? Dus het is omdat het zo oprecht is. En echt is ook. Want het is ook dat op dat moment dat ik met Killer Body Dieet bezig was, was het natuurlijk waar ik helemaal in zat. Dus ik duik er dan ook in, zeg maar. Want als ik heel rijk had willen worden, had ik nu nog 10 boeken gemaakt. Maar dat voel ik dan niet meer. Ja. Omdat ik zelf denk, hey, ik wil dat helemaal niet meer. Waarom ben ik zo streng voor mezelf? Waarom ga ik calorieën tellen? Waarom moet het allemaal strakker? En als ik dat dan weer onderzoek, dan kom ik erachter, dat zijn die thema's. Ja. Hey, ik wil mensen echt helpen om ook wat liever naar hunzelf te kijken. En wat zachter voor hunzelf te zijn. En zichzelf mooi te vinden met een buikje of een paar putjes in hun billen. Maar had je dit ook echt kunnen uitmelken? Want je zegt, als je dit als door blijft gaan. Ja, het boek wel, natuurlijk. Ik heb van de eerste boek 300.000 boeken verkocht. Dat is lijp, hoor. Als ik dat ieder jaar had gedaan, dan had ik toch niet meer hoeven werken. Nou, er waren waarschijnlijk dan niet zoveel boeken geweest, maar... Maar er zijn alle boeken van, zeg maar, de acties en de cellulietkijt zijn nog niet eens meegerekend. Ja. Alle die daarna zijn gekomen. Ja. En gewoon ook eigen beheer? Of gewoon... Nee, dat niet. En ik heb wel de cellulietkijt wel in eigen beheer gedaan. Ja. Maar dat waren er dan 20.000. Dat staat ook heel in mijn boek beschreven dit. Ja. Want soms denk je dat je alles kan. Want jij zegt, jij kan alles tegen mij. Ja. Maar ik ben er ook achter gekomen dat ik sommige dingen niet kan. Wat kan je niet dan? Uitgever zijn. Hoezo? Nou, ik ben zelf uitgever geworden na het succes van het eerste boek. Ja. En toen verkocht ik dus geen 300.000 boeken, maar 20.000 boeken. Maar waar lag het aan? Ligt omdat het aan je geen sales team hebt. Van de uitgever, hè? Ja, een uitgever heeft toch ook wel waarde. Ja. In de zin van, ze weten wanneer een boek uit moet komen. Ze hebben folders. Ze hebben sales team die je boek pitcht. Ze kennen de hele weg, Bruna, al die dingen. Dus je ligt in alle winkels. Weet je wel? Dus ik moest ook, dat is ook een killer mindset, ook durf toegeven wat je niet kan. En dan weer hulp vragen. Dus ik heb gewoon mijn uitgever weer gebeld van een eerste succesvol boek. Maar we moeten wel praten over de percentage. Precies. Want we gaan te ver in die. Ik ken heel veel schrijvers die naar me komen van, maar die percentage. Nee. Nee, als ik had verdiend wat ik nu zou verdienen met dit boek, met dat vorige boek. Dat was snap je. Maar ik vind dat ze ook dat model moeten aanpassen. Want maar dat was zo. Ik was in Spanje vorig jaar in de zomer. En toen dacht ik, ik wil een boek, toch een mindsetboek doen. Oké, dat ga ik doen. Ja, ik ga het doen. Ik heb er. Wil je een 50-50 deal of niet? Ja. Ja, oké, dan gaan we praten. Ja. Maar ook weten wat je waarde is. Ja. En wat ook natuurlijk werkt. Omdat je daarvoor 300.000 exemplaren verkocht. Dus dan ben je nog waardevol. Want uiteindelijk willen mensen geld verdienen. Ja. Het is gewoon een business. Ook ze waren ook wel heel blij dat ik terug was, hoor. Zou je? Guess we're back. Zo ging het wel in de gang. Ja. Faya is terug. En Faya, kijk, wat ook is. Wat ik denk ook, kijk, wat het is met bekende mensen. Je kan ook op dit platform, verschillende platforms. Je bent ook een extra verkoopmagnet. Want je verkoopt op verschillende. Dus los van het feit dat zij ook hun verkooppunten hebben, ben je ook een extra waarde. Ja. Is dat zo, als ik nu een boek zou schrijven? Ja, ik kan bijvoorbeeld een boek elke hier hebben. En welkom bij een gloednieuwe podcast. Killer Mindset. De Fernando Edition met Faya Laurens. Dus het is wel
het is wel een goede business investering ook voor hun. Dus ja. Daarom kon je ook zeggen, hey, 50-50. Ja, anders zou ik het niet doen. Nee, ik zou het nooit meer doen voor zo weinig. Maar ja. Ik ben er heel wel heel dankbaar voor. Want dat boek heeft me heel veel gebracht, dat eerste boek. Wat heeft het je gebracht dan? Nou, mijn huis waar ik in woon. Ja. Dus eerst had je kocht toen, ook maar toen. Ja, meteen, voordat ik wist of ik het kon betalen. Maar dat is het. Ik geloof altijd als je echt gewoon in jezelf gelooft. En er komt wel een manier om het te betalen, weet je wel. Ja. Dus ik wist nog helemaal niet hoe succesvol mijn boek zou zijn. Ja. En toen kocht ik mijn ex uit, want ik had dit huis samen met hem. Ja. Ja, toen kocht ik hem uit. En toen, ja, en nu zit ik er. Nu ben ik super blij dat ik het ga verkopen weer. Want ik ga er lekker weer van mijn overwaarde een huis in Spanje kopen. Wauw. Maar ga je ook blijven wonen in Spanje? Ja, nou, ik wil wel nog een appartement in Amsterdam erbij. Wat een boek wel niet allemaal kan doen. Ik zeg het wel. Snap je? Ja, maar dat is wel een goede hossel. Maar ga je het verhuren? Of ga je dat Nee. Ik wil mijn paarden en mijn dieren echt naar Spanje. En echt daar 3 weken per maand zitten. En 1 week in Nederland. Je paarden? Oh, je hebt nog steeds paarden? Bij huis, ja. En die gaan ook mee? Ja. Ah, god. Ja. Maar wie gaat voor ze zorgen dan? Dan huur je mensen in? Of die dan... Ik zorg toch nu ook voor ze? Ja, maar als jij bijvoorbeeld in Nederland bent... Nou, dus kijk. Ik heb het afgelopen jaar een opleiding gedaan tot coach met paarden. Ja. Dat was ook wel belangrijk. Ik wilde eerst een coachingopleiding helemaal afgerond voordat ik een boek als dit zou schrijven. Dat vond ik wel belangrijk. Waarom? Ja, omdat ik nu... Ik praat over mijn eigen ervaring, maar ik ben nu ook officieel coach. Dus ik heb nu ook gewoon geleerd over hoe je mensen moet coachen. Ja. Dus als je dan gaat vertellen hoe het moet, dat je er ook nog wel een beetje een achtergrond in hebt. Ja. Maar dat was een hele mooie opleiding. En dat is coachen met paarden, omdat dat zelf mij heel veel heeft gebracht. Maar je leert coachen met mensen door coachen met paarden? Ja, dus zeg maar, ik faciliteer het proces. Maar eigenlijk is de coach het paard de coach. Dus jij hebt een vraagstuk. Ja, ja. Ja, noem eens iets. Wat zou je aan willen werken? Daddy issues. Oké. Nou, dan ga ik daar even met je over kort in gesprek. En dan formuleer jij een vraag daarover. Ja. En dan stuur ik je met die vraag naar het paard. Oké. Okay. En dan ga je met dat paard wat doen. Of dat hij gaat op jou reageren. En dat brengt bij jou dingen naar boven. Of niet. Maar het is een echte paard? Een echt paard, ja. Dan ga ik met zo'n echt paard... Maar oké, wauw. Ja, ik ben angst voor paarden. Hè. Ik heb ooit gebeten in mijn arm voor een... Dus eerst mag je die angst wegnemen. Ik ben bang voor paarden, want ik vertrouw ze niet. Elke keer als ik een politiepaard zie, die zie me altijd zo, like... Nou, je kan een keer langskomen als je het leuk vindt. Maar ze zijn ook... Want ik weet, een keer ging ik op... En, met mijn ex gingen ze op zo'n paard op Aruba. En ik was zo paranoid, want ik zag het arme paard... Zag ik op een gegeven moment zo... Ik denk, er is iets mis met het paard. Fernanda, hou op, niet zo paranoid. Nee, bleek dat dat paard zeg maar een wond had bij de zadel. Oh. Toen zei die guy, gelukkig dat je het opmerkt. Want waarschijnlijk had hij er vanaf gegooid als je erop staat. Zie je? Motherfuckers. Ja, je voelt ook dingen wel aan. Ja. Ik ben ook heel paranoïde. Maar ik heb wel een soort instinct van, dit klopt niet helemaal. Het is goed dat je daar aan naar handelt dan. Ja, maar soms in bepaalde films toch, zie je mensen van, hello, is daar iemand? Ik ben niet zo. Als ik een raar geluid heb, ben ik weg. Hoezo ga je op zoek naar... Ja, nou, als ik dat doe, hè, als ik dit doe thuis, hallo, gaan mijn honden worden helemaal gek. Als ik zeg hallo, helemaal gek. Handen, haar omhoog. Oh mijn god, ik ben weg, man. No, man, ik ga niet eens zoeken naar iets. Ik maar als je thuis avontuur. Dat wel eens hoort, ik hoor dat ook wel eens thuis. Stimmetjes. Nee, stemmetjes, gewoon een geluid dat je denkt, hè, is hier iemand, weet je wel. Ja, maar ik ben gewoon ready als ik hem 2 keer hoor. Hallo, I'm gone. Ik ga niet eens in gesprek met stemmetjes of geluiden of zeg, jij mag het huis houden. Oh god. Ik ben gewoon een beetje Sali. Of dan zeg ik, kan je weggaan? Je bent hier niet welkom. Dan kijk, mijn hond is heel erg gewend aan de geesten of weet ik wel die er allemaal zijn. Ja. Maar die nieuwe hond die ik heb, die kende die geesten denk ik nog niet. Die ook bij mij binnen wel eens zijn. Dus die begon die begon te blaffen iedere keer naar iets wat wij niet zagen. Weet je zo en dan blaffen en dan... En nu doet ze het niet meer. Ze is er nu bijna een jaar, denk ik. Ze is gewend aan de geesten. Ja, ze is gewend dat ze er ook bij horen. I'll be on edge. Be like, nou, als je een hond hebt, dan zie je het hoor. Want die gaan gewoon zo... Ja. En je ziet niks. Grappig dat ze dat gewoon aanvoelen. Maar zien ze het zelf? Of ik denk het. Ik zie dan niemand. Zeg, nou, is waarschijnlijk, maar omdat ik dan zie dat die andere hond er niet op reageert, denk ik, die woont er al vanaf het begin. Snap je? Dan denk ik, die is al gewend dat er even een familielid komt kijken.
Hey bro, ik ga naar Spanje, man. Ik zeg je. Maar je zit toch overal, dode mensen? Is ook zo. Mijn moeder heeft altijd gezegd, je moet bang zijn voor de levenden. Want die kunnen je iets aandoen. Ja. De doden moet je gewoon laten rusten. En de levenden... Zeg, ja, maar je hebt wel een punt. Maar het is meer de gedachte, snap je? Dat is meer... Ja, als het donker is. Ja. Zo, ja, ja, ja. Ik slaap nog steeds met licht aan. Ik zeg je eerlijk. Ik heb ooit poltergeist gezien. Toen ik heel jong was. En ik ben het nooit vergeten. EMDR'tje, man. Het is zo... Ik moet hem echt gaan halen. Want als ik slaap... Dus ik moet altijd slapen, zeg maar, richting de deur. Echt? Ja, ik moet weten van... We gaan matten, snap je? Gewoon zo... En er is altijd licht aan het eind van de gang, op de gang. Nog steeds. Ik zeg je heel eerlijk. Oh my god. Door een trauma van. Maar ja. Zie je wat dus een impact het heeft, je jeugd, wat er gebeurt, tot op je leven in het hier en nu? Ja, nog steeds. En daarom zeg ik altijd: je inner child healing moet doen. Dan ga je helemaal terug naar het begin. En dan denk je: oh, daarom doe ik dit. Ja. Oh, daarom doe ik dat. Weet je zo. Maar ben je helemaal geheeld nu? Want je hebt nu... Nou ja, nee, natuurlijk niet. Nee. Ik ben knettergek. Ik weet alleen nu wel waarom ik knettergek ben. Okay. Nee, maar knettergek is niet altijd erg. Als je het weet van jezelf en je erkent het ook. Want ik heb het gevoel dat... Mensen zich mooier voordoen. Ja, want ik heb heel vaak mensen ontmoet in mijn leven die... Ze doen alsof ze iemand anders zijn. En daarna denk je... Hoe de hell is this? Ja. Snap je? En weet je, het is... Die mensen hebben waarschijnlijk ook hun eigen wandel en pad in hun leven. Waardoor zij zo zijn als wie ze zijn. Maar ik heb zoiets van, blijf uit mijn buurt. Ja. En dan ga ik naar mezelf kijken. Waarom trek ik dat soort mensen aan? Ja, dat is heel interessant. Want dat gaat wel over jezelf. Snap je wat ik bedoel? Als ik bijvoorbeeld een stoorzender zie. Want ik zit nu ook in therapie. En dan praat ik met hem erover. Zegt hij, we moeten even graven. We moeten even alle laagjes ervan afhalen. Want... ik vind het ook belangrijk om bij jezelf te kijken. Want mensen wijzen altijd naar anderen. Ja, maar jij. Maar luister. Drie naar jezelf. Zeg je? Ja. Als je naar de ander wijst. Ja, maar de enige die je ook kunt veranderen, ben jezelf. Ja. Je kan de ander niet veranderen. Dus je moet het ook zoeken bij jezelf. Als je het anders wil, hè? Ja. Als je een ander resultaat wil. Ja. Maar hoe pak jij het nu aan? Wat is nu jouw plan van aanpak? Want ik kan me voorstellen dat jouw DM altijd vol staat met... Hey. Nee, ach. Ik vraag me wel eens af wat zo iemand dan denkt. Maar aan de andere kant, hoe moet je anders, als je iemand leuk vindt, hem bereiken? Alleen, ik ben wel een beetje allergisch geworden voor mannen, denk ik. Nee, ja. Ik zou niet zo snel met iemand uit mijn DM daten. Nee, maar hoe ontmoet jij zo? Want jij bent vaak aan het werk. Dus moet die guy... Moet ik iemand ontmoeten? Nee, ik ben er net vanaf weer. Nee, maar ik bedoel van... Nee, maar ik bedoel van zeg maar... Want je hebt dingen aangepast in je leven, waardoor je nu anders kijkt naar mannen. Nou, ik moet wel zeggen dat ik me wel een soort van verheug op het moment. Kijk, en ik denk dat het... Ik heb na de laatste relatiebreuk, ben ik wel een beetje diep gegaan. En dat heeft heel veel pijn gedaan. Maar nu achteraf, nu ik er overheen ben, denk ik... Wauw, dit had ik zo hard nodig, nog een keer op zo op mijn bek te gaan. Om nog meer te snappen wat ik zelf doe. Ja. Dat is heel duidelijk nu voor mij wat ik zelf doe. Dat gezien, ik doe er niet toe, dat gezien worden thema speelt een hele grote rol. Dus ik wil gaan zorgen. Dus als iemand hulp nodig heeft, op wat voor vlak dan ook, dan voel ik mij gezien. Dus dat is helemaal niet gezond voor een liefdesrelatie, dat je dan weer allemaal wil gaan helpen. Dus dat is één ding. Dus dan voel ik me ingezien. En de tweede ding, ik zie niet de persoon die voor mij zit, maar de persoon die ik graag voor mij wil zien. Dus ik geef jou geen kans om jou te leren kennen, want ik projecteerde daar een ideaalbeeld op, wat ik heel graag wilde. En dat had ik dan al helemaal ingevuld. Daar was ik ook over aan het dagdromen, hoe het zou kunnen zijn, zo en zo en zo. Maar de realiteit was heel anders. Ja. Maar dat wilde ik niet zien. Dus al die red flags zie je soort van niet, of die wil je niet zien. Ja. En je gaat iemand soort van boetseren zoals jij hem wil. Nou, je ziet dat best wel veel vrouwen die andere mannen gaan aankleden. Of ik deed dan bijvoorbeeld trainen, weet je. Ja. Even wat slanker en wat strakker. En dan is het allemaal wel leuk. Of even wat meer. Een beetje veranderen wat je doet. Ja. Ja, en even een beetje therapietje hier of een therapietje daar, weet je. En als je wat dit en als je mediteert, dan ben je leuk. Wel heel grappig, want we zitten nu samen in die meditatie. En toen ging ik een keer kijken, toen was het nooit meer online geweest. Dat het uit was. Ja.
Sorry hoor. Maar denk ik, jij denkt gewoon allemaal voor mij, snap je? En ik kan hem niks kwalijk nemen. Maar ik denk dan bij mezelf, waarom wil jij zo graag dat iemand gaat mediteren? Waarom wil jij zo graag dat iemand wordt zoals je? Mannen gaan verder voor de vrouwen. Wij gaan verder. Maar er is niks overrechts aan natuurlijk. Nee, maar weet je het is? Weet je het is wat mensen doen? En vanuit mannen. Mannelijk perspectief. Ja. Mannen hebben zoiets van, maar wacht even. Ik wil dichter bij jou. Zeg voor, de man, hij gaat met jou om. Maar hij ziet dat jij dat heel belangrijk vindt. Ja, dan gaat hij dat dus dat doen. Dat denkt hij van, maar de enige manier hoe ik dichter bij haar kan komen. Ja. Op zo'n level, is als ik dat doe. Dus ik moet even investeren. Dus hij gaat in een yoga zitten. Hij gaat zeg maar Pilates doen. He's gonna do all that shit. Oh my god. Hij gaat letterlijk maar dat is zo onaantrekkelijk. Want op een gegeven moment zie je dus dat je ziet dat het niet echt is. Ja. Je ziet dat het eigenlijk ook niet zo leuk is dat een man alles doet wat je zegt. Ja. Want je wil het allemaal veranderen. Maar als hij het doet, dan denk je, oh. Ja. Maar dan ben je ook klaar ermee weer, weet je? Want dan heb je geboetseerd en is het spelletje gewoon klaar. Ja. Dus het is zo raar. En dan aan de andere kant zeg je ook de hele tijd tegen zo iemand, in andere woorden, je bent zoals je bent niet goed genoeg. Want je moet eerst nog even dit en dit en dit en dit en dit, dit doen. En dan vind ik je leuk. Is dus zo'n man APK. Denkt, oh, ik ben niet goed genoeg. Nou, als iemand niet bevestiging ging geven, ben ik het. Ik ga niet heel de dag jouw complimentje zitten geven, zeg maar. Dus dat ga je dan ergens anders zoeken uiteindelijk. En dan had mijn vader weer gelijk. Mannen zijn niet te vertrouwen. Ja. Weet je wel. Dus dat is zo. En op een gegeven moment had ik dat door. En toen had ik die podcast gemaakt. Vijandenzoek de liefde. En toen kwam ik via iemand tegen. Een psycholoog die het boek Hecht niet heeft geschreven. Ja. Maar ik was al klaar met de podcast. En ik las dat boek. Toen dacht ik, deze man had in mijn podcast gemoeten. Opeens las ik mezelf in dat boek. Gewoon alles wat ik heb, las ik in dat boek. En hoe ik ben gewoon. En halen, trekken. En dan iemand 100% voor willen gaan. En dan denken, rot op uit mijn leven. Weet je wel zo. Ja. Ik las gewoon mezelf in dat boek. Toen heb ik hem 's avonds gemaild, die man. Toen zei ik, je had in mijn podcast gemoeten. Maar kunnen we niet een extra aflevering maken of iets? En kan ik bij jou in therapie? Alsjeblieft. Toen heb ik 2 sessies bij hem gedaan. Ja. Daar heb ik zoveel van geleerd. En hij leerde mij dus ook van, je moet je niet anders voordoen als je bent. En ik kan heel veel liefde geven. Hè? Ja. Maar kan ook echt een teringwijf zijn. Ja. En als je iemand daarop voorbereidt. Ja. En zegt, nou, als ik zo doe, dan is dat echt mijn innerlijke gekwetste kind. En dat heeft niks met jou te maken. Je hebt dan gewoon iets getriggerd. Ja. Je kan beter zo en zo en zo dan met mij omgaan. Dus als je dat zegt, terwijl je nog gewoon normaal bent, zeg maar. Ja. En als ik zo doe, dan weet je. En ik ontdekte dus 2 varianten van mezelf. Een ijskoningin en een hele boze. En die ijskoningin praat niet tegen je. Ik kan gewoon de hele dagen niet tegen je praten. Ja. Dus hoe je daar dan mee omgaat. Dus die man liet mij helemaal uitwerken van hoe die personen reageren. Die subpersonen in mij. En wanneer ze dan boos worden. En wanneer ze getriggerd. Dus dat heb ik nu helemaal helder. Dus je hebt nu zeg maar de blueprint. Je komt naar de volgende guy. Kijk. Ik ben dit met z'n drieën. Is hoe je met me omgaat. Kom met z'n drieën. Deze is aardig. Ja. Deze heeft soms de mindere momenten. Maar die moet je af en toe knuffelen. Ja, maar dan kan je precies. Die weer want komen. Die ijskoningin moet je knuffelen. Dat smelt ze meteen. Dat smelt ze. 100. Ja, 100%. Gewoon maar vastpakken. Ja. Oh, rustig. Kom even schat. Ja, precies. Ja. Dan is het klaar. Ja, maar heel veel gasten en mensen begrijpen het niet. Want het is een soort. Maar ik begreep het zelf ook niet. Ik begreep mezelf helemaal niet. Ik dacht, waarom zeg ik nou niks meer? Ik wil wel praten, maar ik ben zo boos dat ik niet kan. Ja. Ik zat er ook zelf heel erg mee. Het was wel vanuit pijn, snap je? Ja. Dus dat heb ik nu helemaal helder. Dus toen ik met hem die sessies had gedaan en dat boek had gelezen, toen kreeg ik wel weer zin om een relatie te beginnen. Who's next? Ja, precies. Maar omdat kijkt, ik dacht van, oh, dan ga ik gewoon eerlijk zijn over hoe ik ben. Ja. En niet me anders voordoen. En diegene daarop voorbereiden. En dan ga ik ook vragen, hoe ben jij? Maar nu voelt het een soort experiment. Ja, nu, wel leuk. Maar het is anders dan dat je echt liefde wil. Want nu is het bijna van, hey, ik heb iets nieuws geleerd in de gym. Anders zie je wat ik work it out. Ja, dus maar kijk, ik heb ook wel geleerd. Want ik dacht altijd, je hebt the one. Nou, dat denk ik niet. Ik denk ook wel aan degene is waar je ervoor wil kiezen. Als je kernwaarden een beetje hetzelfde zijn, weet je wel. Ja, als je allebei bijvoorbeeld vrijheid hebt. Of als de een veiligheid hebt en lekker altijd op de bank wil zitten. En de ander wil lekker de deur uit. Dan wordt het al een beetje een moeilijk verhaal. Ja. Maar als je een beetje je kernwaarden hetzelfde hebt. En je hebt intimiteit, dat is heel belangrijk. Dat kan je niet even aanleren. Dat moet ook klikken, want als het niet klikken. Klikt, is, want je kan iemand leuk vinden, maar als het niet klikt, is het ik weet niet wat je daarmee gaat doen. Dat is kut. Ja. Ja. Heb je wat meegemaakt? Ja. Nee, dat is kut. Maar energy kan je niet faken. Maar ben je eerlijk dat je dit ook zegt? Ja. Oeh, niet op het moment zelf, toch? Of ga je aan tafel met een boterham? Ja, we hebben het er wel over gehad, heel erg. Ja, omdat ik het heel vervelend. Nou, ik vond het heel vervelend dat ik het had.
En ik kon het ook niet plaatsen. Moeilijk gesprek hoor dan. Ja, ja. Want je ja. wilt die niet horen als guy van... we moeten praten. Wij denken, shit, hey, wat heeft ze gezien? maar jij gaat dan een gesprek aan van... Ja, maar het is niet alleen op seksgebied. Hè? Het is ook gewoon überhaupt de intimiteit elkaar aanraken. Of dat er gewoon iets is waarvan je denkt, oeh, het ja, klopt niet. Maar dat is best wel, ja... Ja, oké, okay, maar ja, ik kan dat ook niet faken. Nee, maar het lijkt mij gewoon als je met iemand intiem bent en je ziet gewoon, het heeft niet het gewenste effect. Dan moet je wel... Het is moeilijk, je kan dat niet, ook al ben je leuk en heb je die connectie. Dat is een onderdeel wat best wel een groot ding ja. zeg maar, is van de connectie die we dan hebben. Dus ja. hoe breng je zo'n gesprek? Je kan niet zeggen, soms als een vrouw je heel leuk vindt, zegt ze, we kunnen eraan werken. We kunnen eraan ja, werken. Ja, nou, ik dacht eerlijk gezegd wel dat het oplosbaar was, maar het was, nee, niet, nee, niet, het was niet op te lossen. Nee, als dat niet werkt, nee. dan heb je echt een probleem. Ja. Ik heb echt verhalen gehoord. Nee, het werkte echt niet bij één iemand. Maar ik had nog ook nog nooit meegemaakt hoor, maar dus dan lukt het gewoon niet. Ja. Nee. Mislukte experiment. Maar ja, als je dus in. Maar laten we het positief houden. Als je intimiteit hebt met elkaar. Dus ik was voorstander van heel lang wachten. Op een gegeven moment. Hè, want je gaat van alles uitproberen. Ja. Dus je denkt: oké, ik moet misschien niet meer meteen met iemand naar bed. Want dan maak je het hechtingstofje. Wachten is soms ook goed, hè? Ja, dan maak je. Ja, dat dacht ik ook. Maar als het dan daarna kut is. Dan denk Nee. Maar er is wachten en het is wachten. Je hebt wachten van. Kom, wacht even 2-3 maanden. Je hebt ook wachten. Ja, maar dan bond je al wel. Ja, maar er is iets wat fout gaat wanneer je seks hebt. Want als ik heel goed mijn best doe en jij denkt, oh my god, this guy is from, he's from another world, he's great. Dan wordt alles veel beter gemaakt in je hoofd. Ja, maar dat is dus die hechtingstofje. Ja, je moet mij leren kennen van, maar die man kan helemaal niet koken. Hij kan helemaal niks. Dan moet ik eigenlijk, want als we het andere gedaan hebben, ga jij denken van, hé, maar hij is leuk. Het kan ook andersom, hè? Dus je kan ook iemand helemaal leuk gaan vinden, 3 maanden, en dan bakt hij er niks van en dan zit je er wel mee. Want dan ben je wel al gek op hem. Ja, dat is ook weer. Is moeilijk. Is moeilijk. Maar, ik zou het niet zeggen, dan bakt hij er niks van, dan is er gewoon geen connectie. Dat ligt aan beide personen. Ja, kan het gaat er niet worden. Nee, maar stel je nou voor dat je dan wel al gek op iemand bent, snap je? Ja, maar. Ja, maar dat kijk, is dan jammer. Ja. Dat is dan heel jammer. Kijk, misschien moet een middenweg vinden, 1,5 maand. Ja. Ja, dat zou kunnen. En als je niet te gek wil worden op iemand, niet te veel appen en niet te veel. Je dag beginnen en eindigen met die persoon. Want? Wat is er mee? Kijk, weet je wat het is? Maar dat is een spelletje. Niet een spelletje, maar wat ik bedoel te zeggen is van... Als jij heel erg in... Als wij heel veel contact hebben... Ja. Groeit jouw emotie veel sneller dan... Ja. En bij een man is het meer van... Je merkt toch vaak een soort disbalans tussen man en vrouw. Vaak, ik spreek van... Ja, maar hoe zie je dit nu? En dan zegt de man... toch wel gezellig. Maar ik denk dat het komt omdat twee partijen niet eerlijk zijn in hun communicatie naar elkaar. Als jij bijvoorbeeld... Stel, jij wilt gewoon friemelen met een guy. Mm-hmm. En die andere guy, hij vindt jou wel leuk. En hij denkt, oh, misschien als ik mijn best gewoon doe, dan gaat zij mij ook weer leuk vinden. Dan ben je met de verkeerde intentie erin gestapt. Ja. Snap je? En dat is wat vaak fout gaat. Dus wij moeten gelijkwaardig erin stappen. En tuurlijk kan jij verliefd worden, of ik. Dat kan. Het is meestal niet evenredig. Nee, maar dat is waar het fout gaat. Want als jij, stel je voor, jij bent beschadigd door je vorige relatie. En ik heb 2 jaar geleden besloten, de eerstvolgende vrouw, daar ga ik het serieus goed mee aanpakken. Maar ik kom jou tegen. En jij bent nog beschadigd van de vorige. En jij wilt het juist niet zo snel. Dan kan ik het gevoel hebben dat je me wilt afwijzen. Ja. Terwijl het niet een persoonlijke afwijzing is, maar het is de bagage wat jij meedraagt. Maar zo gaan we maar door. Elke keer met die fucking bagages. Juist. Snap je? En dat is waarom het soms moeilijk is. En iedereen die nu met mijn leeftijd vraagt zelfs, heeft bagage. Ja, maar je moet eigenlijk, de kunst is, dezelfde bagage hebben en naar dezelfde bestemming willen gaan. Dus is het, denk ik. Dat je samen naar diezelfde bestemming wil gaan. Ja. En dat je dus samen denkt, oké, ik ben niet geheeld. Want ik ben ook niet geheeld. En volgens meneer Apollo, die psycholoog, kan ik ook niet meer helen. Want ik heb een gedesorganiseerde hechtingstijl. Ja. En dat betekent eigenlijk dat er bepaalde stofjes ook minder goed zijn ontwikkeld tijdens mijn jeugd. Ja.
Dus het is wat het is. Ja, omarm het. Ja, je moet het gewoon... Dit is het. Ja, dit is zeg, het. Kom binnen. Hey, I'm fire. Sometimes I'm fire. Sometimes I'm cool. Sometimes I'm... Nee, maar... En de persoon, en dat is liefde. De persoon die jou neemt voor je highs en je lows. En die gewoon denkt, weet je wat? En niet weggaat. Je bent wat, ja. Juist. Ja. Dat is liefde. Liefde is niet van perfect zijn. Want liefde is... zoveel meer laag. Dat is met kinderen. Soms wil je ze toch achter het behang plakken. Ja. Denk ik, maar weet je wat mijn zoon mij dus leert? Dat is super grappig. Want ik ben dus iemand die schepen achter me verbrandt. En dan denk ik, je bent zo ver gegaan. Dit kan ik niet accepteren. Ik hoef je nooit meer te zien. Nou, tief op mijn huis uit. Zo. Maar mijn dochter was altijd stil. Weet je, als ik dan boos was. Kon echt boos worden. Weet je wel. Als ik vroeger in de puberteit of zo. Ja. Maar Shai, mijn zoon, nee, die gaat gewoon terug. Die pakt me gewoon terug zo op mijn, wat ik doe. Dus ik schrik daarvan. Hij is 1,86 of 85. Ja, ja. Gaat op een baardse keel. Dus laatst was het ook een keer zo gegaan. En toen ging hij dus weg bij mij lopen. En toen dacht ik, oh, jij leert mij nu. Want ik denk altijd dat ik dat weer moet leren in een relatie. Maar jij leert mij nu dat ik gewoon... me trots aan de kant moet zeggen. Ja. Want jij bent mijn kind en jou haal ik nu terug. Ja. Je gaat niet bij mij weglopen. Weet je wel, je bent 16. Dus dan, jij leert me dat nu. En toen dacht ik, wauw, hij leert mij nu gewoon dat ik je terug moet halen. Want ik kan bij een man, ik haal je nooit meer terug. Ja. Ik zet me daar niet overheen, zeg maar. Als iemand me echt heeft gekwetst. Dat snap ik. Het is ook niet iets ergs. Maar ja, ook wel kwetsen. Sommige mensen gaan ook te ver. En soms is kwetsen ook heel persoonlijk. Omdat... soms had je een verwachting. Oké, die persoon heeft de verwachting niet waargemaakt. Maar leer het ook afsluiten. Want het feit dat jij zegt, nou, is klaar. Je hebt het ook afgesloten. Sommige mensen blijven in omdat hun ego het niet toe wil laten. Die kan het niet toe. Jij hebt mij pijn gedaan. Nou, nee, dat weet ik niet. Ik los het met mezelf op. Ik ga in mijn eentje door de pijn. Ik bel je nooit meer op. Ja. En nee, echt niet. Ja. En ik weet ook dat door die pijn heen gaan. Als iemand je zoiets doet als vreemd gaan en zo. En dat is een terugkerend item bij mij. Dan wat wil je dan nog bespreken? Snap je? Ik heb dan eigenlijk gewoon niet meer zoveel te bespreken. Ja. Kijk, als iemand tegen mij zou zeggen van... weet je, Fai, ik voel me zo afgewezen door jou eigenlijk. En ik moest altijd maar veranderen. En je zag me niet voor wie ik was. En ik ben een hele onzekere man. Ja. En daardoor had ik aandacht... eigenlijk was ik heel verkeerd... op de verkeerde manier aandacht aan trekken... van iemand anders. En dat spijt me eigenlijk zo erg. En ik wil daaraan werken. Ik ga daarvoor in therapie. Nou, dat is een ander verhaal. Ja. Als iemand zegt, nou, je overdrijft het en zo erg was het allemaal niet. Ja. Dan denk ik ga niet eens meer met jou in gesprek. Ja, nee, maar soms ik ga geen woord meer aan vuil maken, weet je wel. Maar soms is het best wel moeilijk om eerlijk tegen jezelf te zijn. Hè? Om als man zijn en tegen een vrouw te zeggen... sorry man, dat ik je hart heb gebroken. Sorry dat ik vreemd ging. Dat is, dan moet je... Dan ja, maar moet ook je... dat, sorry, is dan, wat is sorry waard als je niet hebt ontdekt voor jezelf waarom je het doet? Misschien heb je een verslaving aan vrouwen. Hè? Kan ook dopamine. Iemand met een hechtingstoornis heeft dat vaak ook. Ja. Die hebben er continu rasjes nodig. Ja. Maar ook iemand met een ik ben niet goed genoeg thema. Ja. Want die moet de hele tijd die bevestiging krijgen van anderen. Dus als jij sorry zegt. Ja, wat is sorry waard als je het volgende keer weer doet? Snap je? Of als je het altijd bij je ex hebt gedaan en het nu weer doet. En je hebt bij mij gezegd, ik ga het bij jou niet doen bijvoorbeeld. Dat hoor ik ook altijd. Ja. Nu denk ik ook, hoe dom kan je zijn dat je erin trapt? Als iemand het bij zijn ex heeft gedaan, gaat hij het ook bij jou doen? Tenzij die met zo'n verhaal komt. Ik deed het omdat ik een thema had en daar heb ik aan gewerkt. Ja, of ik werk eraan, ja. Dan kan je het eigenlijk aannemen. Maar anders gaat hij het gewoon nog een keer doen. Ja. Want hij kan het niet stoppen, weet je wel? Het is een verslaving. Het is een soort verslaving. Het gaat dieper dan, en het is nooit persoonlijk. De oorzaak eronder moet je aanpakken. Die angel moet eruit. En als je dat niet doet als man... ja, dan gaat het, je gaat het niet meer doen. Je gaat het volgende keer gewoon weer doen. Want er komt altijd een moment dat je vrouw even niet reageert. Of dat je even niet de aandacht krijgt die je nodig hebt. Ja. Of, ja, en als je dan iedere keer bang moet zijn dat je vent vreemd gaat. Omdat je even druk bent. Of even met je kinderen bezig bent. Of even met de paarden bezig bent. Of even zagrijnig gewoon een paar dagen. Oh shit, dan gaat hij met iemand anders appen. Ja, dat is gewoon niet maar te soms, doen. Maar hoor je dat ook wel eens dat soms vrouwen denken dat het aan hun ligt? Want bijvoorbeeld... ik ben niet leuk genoeg meer. Ik geloof dat is het helemaal niet. Nou ja, ik geloof wel dat het ook aan mij ligt. Omdat ik zeg maar die partner niet zie voor wie die is. Kijk, als ik tegen jou zeg, je moet trainen, je moet dit, je moet dat. Dan zeg ik toch de hele tijd, je bent niet goed genoeg. Kijk, als ik jou gewoon zie,
En je bent goed zoals je bent. Met je buikje, ja. Met alles. Je hoeft niet te veranderen. Ja, dan voel jij je ook gezien. En dan denk je, oh, en dan geef ik jou wat jij nodig hebt. Ja. Maar dat deed ik ook niet. Ja. Dus ik zie het wel dat ik ook een onderdeel ben van dat zo'n man vreemd gaat. Ja. Absoluut. Nee, maar ik denk... Weet je, ik heb vaak met mijn vrienden ook dit soort gesprekken van... Het zit soms zo in je hoofd dat je soms denkt, je bent niet goed genoeg. En soms kunnen andere mensen jou wel die validatie geven. Dat je wel goed genoeg bent. Het is maar zo'n moment opname. Ja. En besef dat je dus een ander laat bepalen hoe jij je voelt. Dat is fucked up. Maar dat is daarom dat zeg ik. Dat betekent dat jij een gapend gat bent. Dat betekent dat je dat continu nodig hebt. Ja. Daarom zeg ik ook altijd, als jij bijvoorbeeld ook een positief compliment als dat je wat doet, is net zo erg als negatief. Ja. Want het betekent dat een ander bepaalt hoe jij je voelt. Ja, dat is fucked up. En dan ben je dus altijd, heb je likes nodig of aandacht of DM's. Of moet je uitgaan om weer op te laden. Als je met een strakke broek naar het toilet loopt in een restaurant. Dat mannen naar je kijken. Oh, dan kan je weer een dagje. Ja. Nou ja, volgende dag shit. Ik word niet naar me gekeken. Oh, ik moet weer naar buiten. Ik moet weer opladen, ja. En deze industrie maakt je ook gek, hè? Omdat het wordt, je krijgt hem gewoon op je. Oh, ja, hallo, DM vol. Hey, hallo, hey, zoiets leuks doen. Hey, foto, hey. Jij zou waarschijnlijk wel allemaal foto's krijgen van allemaal. Piemels. Ja. Dus die snap ik niet, hè? Nou, ik vraag me wel altijd af wat die mensen dan willen. Misschien willen ze ook gezien worden. Dit is mijn tool. Ja, dat soort dingen. Maar oh ja, ik het is echt, niet noemenswaardig. Ik snap die hostel nu. Ik heb ze in het begin echt vaak geëxposed, maar daar heb ik niet eens meer. Wat is dit? Daar heb ik geen zin meer. Dit is een spinkeltje. Nou ja, soms zag je dan wel gewoon, dat doen ze nu niet meer. Maar dat ze van die profielen hadden gewoon met een gezin, weet je wel. Ja. Nee, maar die heb ik nooit gestapt. Maar dat zijn eigenlijk gewoon de moderne potloodventers. We hebben ja, vroeger heb ik als kind heb ik ze gewoon in het echt gewoon buiten gezien. Ja. Met zo'n jas aan. Ja, en tegenwoordig is het online. En toen zei ik, is dat alles? Is er meer? Nou, het was eigenlijk van een andere hoek. Ja, want ze willen gezien worden. Ja. Ze willen eigenlijk shockeren. Maar eigenlijk is het wel een probleem wat heel veel van ons mensen hebben. Het gezien willen worden. Daarom denk ik, is social media zo popping. Want we willen de hele tijd, je merkt toch ook in die foto's. Ik zat laatst. Maar weet je wanneer? Oh ja, ga verder. Nee, maar heel kort. Ik zat bijvoorbeeld in de bioscoop. En dan zag ik een gast. En die ging met zijn kids foto's maken. En zag je die dochter gelijk. En die jongen. En ik denk, zo, we hebben allemaal poses al aangeleerd. Maar besef, je bent in de bioscoop met je gezin. Ja. En dan ben je dus daarmee bezig. Bizar. Maar ook bijvoorbeeld als je gaat eten met vrienden. Dat je dan bezig bent met hoe het eten eruit ziet. Om te laten zien aan mensen die je niet kent. Terwijl je hier met je vrienden zit. Ja. Ja. Zeg maar. Ja. Ja, op het moment, ik denk wel dat je kan werken aan jezelf. Met je gaat als je niet de behoefte hebt om het te delen. Ja. De hele tijd. Dan ben je cured. Dan ben je oké. Okay. Ja. Ja. En wanneer als je gewoon je telefoon kwijt, dat je de telefoon kwijt bent gewoon een dag, weet je wel, of iets dat je denkt, oh, waar is die telefoon? Ja. Of als je echt met je vrienden aan het eten bent en je hebt helemaal niet de behoefte om te delen, dan kom je bij jezelf. Ja. En waarom moeten mensen dit boek... Dat zat er allemaal in. Ik wil dat mensen gewoon dit boek gewoon allemaal gaan kopen, supporten. Nog een huis. Dubai. Nou, er staat ook in hoe jij dat huis kunt regelen. Snap je? Het is gewoon... Je hoeft het niet opnieuw uit te vinden, het wiel. Ja. Je kan ook gewoon leren van hoe ik het heb gedaan. Je hebt 12 stappen. Motivatie, focus, gezondheid, zelfliefde, vertrouwen, daadkracht. Nou, dat bewijs je gewoon keer op keer. Outstanding. Ja, ga hem gewoon checken. Ja, we gaan voor outstanding. Dus, en mijn rijke vader. Ik blijf die interessant vinden. Dat je vader alleen maar zag op verjaardag. Ik had en dat daarom ook. Had ik hem gewoon geïdealiseerd. Omdat hij met die auto kwam. Dus je maakt hem wel mooier, toch? Ja, of had jij dat niet? Had ik ook. En toen kreeg ik pak slaag van moeder. Toen ik zeg, zie je, hij koopt wel die Nintendo. Slippen kreeg ik in mijn nek, hoor. Hij wel, maar jij niet. Bam! Ja, ik had hem ook geïdealiseerd. Grappig is dat. Nee, maar ik vind het... Want vaak in deze podcast komt dat onderwerp steeds weer terug. Dat je merkt dat... Mijn gasten dan dingen vertellen. Die komen weer uit hun jeugd weer terug. En dan merk ik dat. Snap je? Dit is ook, dat denk ik van wow. Het, iets wat toen gezegd is. Of wat je meegemaakt. Dat het zo terug kan keren. Dat jij hem idealiseerde. Ik herken dat. Ik denk ja. Tot ik het niet meer deed. Ja. Op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. Jij nog steeds zoveel spullen voor je kind? Oh, dat weet je nog. Ja, ik ben er wel mee gestopt. In de mate waarin ik dat deed. Want ik weet dat ik jou toen vertelde. Ik verwende hem zo erg.
Het was ziek. Je kwam bijvoorbeeld, zijn moeder zei bijvoorbeeld dat ze een vriendin van haar die kwam langs en die vroeg van wie waren al die jassen die matchten met de Jordans. Zei dat is van Elijah. Van wie heeft het? Ja, zijn vader. Ik wilde hem alles geven, maar eigenlijk, het is compensatiegedrag. Want ik kende het niet van mijn vader. Ik dacht, ik ga hem alles geven en alles was in het. En op een gegeven moment dacht ik van, maar ik wil hem geen monster maken. Want als ik hem te veel ga geven, gaat hij de waarde niet van dingen kennen. Nee. En dan ziet hij mij als de gast die alleen met cadeautjes komt. Ja. En dat merkte ik op een gegeven moment. Want soms dan kwam ik langs en dan weet had je dan, niks. En had ik niks bij me. Zegt hij, pap, heb je, zeg ik, nee. En dan merkte ik van een soort irritatiegevoel bij me. Zeg ik, van dat doe je zelf. En dat is waarom ik dus op een gegeven moment begon in te zien van alles wat mij is aangedaan in mijn jeugd, ging ik op een gegeven moment weer omzetten. Maar ging ik het verkeerd gebruiken. Ja. Met de goede intentie. Ja. Maar het werkte gewoon niet. Dus hij krijgt nu iets minder. Iets minder. Ja, maar veel minder. Hè? Zeg maar, ik probeer nu ook in aandelen ook voor hem te sparen. Dus ik denk van in plaats dat je weer een of andere Jordan voor hem gaat kopen, whatever, of outfit, stop het gewoon in iets waar hij echt wat aan heeft. Ja, mooi. En, ja, dat is moeilijk hoor, want mijn ego zegt, ja maar... Maar wat doet het met je als jij dat dan aan hem geeft? Ik voel me goed. Die kleine Fernando, die voelt zeg maar van, zo had ik het ook gewild. Want ik projecteer, dat merkte ik, want ik had... Een tijd geleden heb ik een theatershow geschreven. Mama, waar is papa? En daarin vertel ik dit. De reden dat ik dat zo vertel is omdat heel veel mensen om mij heen naar mij toe komen en zeggen van, ja, maar mijn jeugd, dit en dat. Toen dacht ik, laat me gewoon mijn verhaal vertellen en uitleggen hoe ik het heb omgezet. Om de reden dat ik succesvol werd op de radio is omdat ik bewijsdrang heb. Dus als mensen zeggen, black man op de radio gaat je nooit lukken. Ja joh, ik ga je laten zien. Mm. Maar dat, ik heb dat zo vaak gedaan dat ik dus niet meer weet. Soms weet ik niet eens meer. Maar waarom doe ik het eigenlijk? Doe ik het nou omdat ik het leuk vind? Of doe ik het nou omdat iedereen denkt dat ik het niet kan? En moet ik... Dus ik zit op dat punt dat ik gewoon mijn weg aan het vinden ben. Oh, emotioneel. Mooi. Nou, misschien is het boek wat voor jou. Zeker. Ik heb al exemplaren. Moeten mensen ook gaan blessen. Als je ook eentje wil. We gaan een vraag bedenken. Wat voor vraag kunnen mensen geven op dit? Want jij bent die geboren influencer. Hoe gaan we dit? Wat voor vraag? Wanneer ze het winnen? Bedoel je? Wanneer ze kunnen winnen? Wat moet ze weten om hier antwoord op te geven? Wat is leuks voor ze bedenken? Ga je ook gunnen? Nou, misschien gewoon iemand die het heel hard nodig heeft. Oké. Of dat je het voor iemand anders vraagt. Oh ja, nog beter. Die het heel hard nodig heeft. Ja. Nou, reageer eronder in de comments, waar je ook luistert, Spotify, YouTube. Reageer aan wie je hem zou willen geven en waarom. Ik vind het wel een hele goeie. Ja. Het aan anderen de wijsheid gunnen. Ja. Mooi. Ja, ik moet daar echt. Nee, maar daarom herken ik veel. Maar ook in jouw drive die jij altijd hebt gehad. Ik zie dat die. Maar als je dat dus gaat oplossen en je gaat dus helen, dan word je veel rustiger. Ja. Dan krijg je veel minder de behoefte om zo groot alles te doen. Ja. Bij mij moet altijd, ja joh, let's go. Nee, dat krijg je minder. Ja. Er komt rust gewoon. Ik wil ook rust. Ja, ik wil ook, want ergens willen we toch rust. Ja. Toch? En ik ben ook een mafkees die gewoon in zijn vrije tijd. Ik was laatst vrij. Ga ik gewoon lekker als een nerd. Ga ik gewoon Beverly Hills Cop 1 en 2 gewoon kijken. Dan ga ik lachen. En dan ga ik. Weet je, en daarom zeg ik, deze podcast is ook een soort therapie sessie. Ook voor mezelf. Ja. Want ik leer ook heel veel van mijn gasten. Waarbij ik kan reflecteren van, oh, oké. Hier zit. En ook andersom. Weet je, dus dit is ook, en dat weten de vaste kijkers, die worden zo gek van me. Van, we weten waarom je het hebt opgezet. Maar er zijn elke keer weer nieuwe kijkers en luisteraars. Dus die moet je altijd weer even bijpraten. Maar ik merk gewoon van, mensen hebben hier wat aan. Ja. Misschien niet vandaag, maar wel morgen of de dag daarna. Dit wat wij nu bespreekbaar maken. We hebben het gehad over where you came from, maar ook zeg maar dat jezelf willen laten zien. Dat is iets wat iedereen ergens wel heeft. Mm. Ik wil me laten zien op wat voor manier dan ook. Maar je laat ook die empowering kant zien van wat je als vrouw al kan bereiken. Ja. Terwijl ik vind nog steeds gekker dat mannen en vrouwen, als ik soms dingen lees over salarissen die nog steeds mijlen ver uit elkaar liggen, denk ik, maar hoe kan dat anno 2024 dat wij dat nog steeds hebben? Het is weird. Je zou toch als overheid toch iets moeten bedenken van, luister, als er bedrijven zijn die vrouwen en mannen daar zo'n onderscheid van maken, geef ze een boete dan. Ja. Geef het bedrijf een boete van als jij kan aantonen van deze vrouw heeft dezelfde
functie als die guy, maar die krijgt gewoon 40.000 per jaar minder of 30. Het kan niet. Nee. Ik maak me er hard voor. Ik vind dat fucking raar. Nee, maar eerlijk. Ja, toch? Dat kan ook. Nee. Je moet ook gewoon lekker zelf ondernemen. Zelf ondernemen. Nee, maar ook meegeven. Niet iedereen. Want er zijn natuurlijk veel filmpjes online waarbij iedereen zegt, ga ondernemen. Maar het moet je ook liggen. Ja, dat is helemaal waar. Dat zeg ik ook in het boek. Ja. Heel veel mensen willen helemaal niet zelf ondernemen. En die doen het omdat ze het moeten doen of andersom. En ja. Het moet je echt liggen. Ja, je moet ook voelen. Want als het jouw ding is. Kijk, je hebt iemand. Jij kan het iemand tegen jou zeggen. Ja, van, ik moet wat? Nee, ik zou nooit meer voor een baas kunnen werken. Nee, maar het moet dus passen. Want ik vind ook. Ik zag een keertje ook in een andere podcast in Amerika. Waarbij Dame Dash, rechterhand toen van Jay-Z. Die zei van, ik zou nooit voor iemand werken. En ik vond dat hij. Ik snapte wat hij bedoelde. Maar waar hij fout in gaat. Dus er zijn ook heel veel mensen die gewoon. Daar geen moeite mee hebben. En er is niks mis mee voor iemand werken. Nee, en als je werken. Die mensen niet bestaat, kun je ook niet ondernemen. Exactly. Ja. Exactly. Nee, maar ik vind dat belangrijk om dat te zeggen. Omdat ondernemen is niet voor iedereen, tenzij je het wil. Ja, maar er is wel natuurlijk een idee dat mensen denken, als je onderneemt, dan heb je heel veel stress. Maar heb je dat dan niet bij je baan? Ik heb meer stress gewoon bij mijn baan. Snap je? Of als je niet werkt. Ja, ja. Snap je? Dus dat is ook niet waar. Je hebt altijd stress. Ja. Of het nou met ondernemen is of maar niet. Maar willen minder stress. Ja, maar bij een baan heb je niet per se minder stress. Nee, maar het is een ander soort stress. Ja. Snap je? Je wil leuke stress hebben. Met leuke stress bedoel ik van, ik doe al iets wat ik leuk vind om te doen. Dus de stress die erbij komt, neem ik voor lief. Ja, je moet gewoon kiezen voor wat je hart wil. Ja. Dat is het. Daar geloof ik in. Ja. En jij stresst nu voor een heel mooi boek. En je hebt er weer eentje. Wordt weer een bestseller. Gaan we gewoon ik regelen. Ik hoop het dat een bestseller wordt. Dit ga je gewoon even luisteren. 50-50. Hè? Dit gaan ze regelen. Ik hoef er niet eens meer zoveel te verkopen om hetzelfde te verdienen. We regelen dit, man. Nee, maar heel veel succes met Dank alles. Dank je wel. En weet, en ik zeg altijd tegen mijn gasten. Dit is ook jouw platform. Ik weet ook dat je ook je eigen podcast hebt. Maar kom ook hier als je gewoon andere dingen wil bespreken. Leuk, ja. En ik vind het belangrijk, omdat dit is een community. En ben je al in theater? Zit je er al in? Ja, ik heb, ik heb die hoe heet het? Ik had mijn try-out vorig maand. Oh, waarom heb je me niet uitgenodigd? Nou ja, hij was sneller uitverkocht dan ik dacht. Echt? Ja, ik schrok ook. Want ik dacht van... Hoeveel kaarten? Het was een zaal met... Maar ik moet niet zeggen... Dat is 280 mensen. Oh, wow. Ik was impressed omdat mensen mij niet kennen van het theater. Nee. Mensen kennen en mij als een radio, mediaman. Dus dit was voor mij ook een uitprobeer om te kijken van hoe het zou voelen. En? Ja, lekker. Ik voel dit wel. Leuk. Ik heb mijn ei kwijt. En waar had je dat gedaan? In de Meervaart. Oh, leuk. Ja. Dus ik ga je een filmpje sturen. Ik heb het ook opgenomen. Dus kan ik ook... En dat heb je alleen gewoon... Nou, stuur maar filmpjes. Ja, ga je sturen. Ja, het is dus, een paar mensen moesten... Mijn moeder was ook in de zaal. Oh. En die zei later tegen me van... Oh, ik wist niet dat je dat... want ik ga echt wel diep. Ik leg ook uit hoe mijn vader me had het gevoel gaf dat ik heel klein was. Oh, ja. En dat heeft zij nooit gehoord. Je praat gewoon. Ik praat, ik speel muziek af. Want ik heb ook een muziekachtergrond. Dus je ziet me ook op zo'n NPC, drumbox. Laat ik ook muziekstukjes horen. Oh, ja. Iconische interviews die mensen nooit hebben gehoord. DMX, die ik in de stad interviewde. Dan laat ik ook stukjes horen dat hij voor me ging freestylen in de stad. Oh. Dus dat soort dingen. Wizkid. Dus ik laat ook fragmenten ook van dingen horen. Zodat ik het wat beeldender kan uitleggen. Dus, nice. Kom je een keer een paardencoaching sessie bij mij doen? Nou ja, ik wil een paar. Ben je heel bang? Ja, nee, ik wil bang. Maar je beschermt mij. Faya got my back. Maar shout out aan Faya. Ik zat Faya ook met een verhaal te vertellen van hoe mijn broertje helemaal verliefd op haar was. 2006. Bro, ik moet haar op de foto. Ik moet haar op de foto. Alfonso, I love you. Faya is hier in the building. Ga het boek gewoon checken en supporten. It's Real Talk, the podcast. En je weet het, support it, like it. En it's all about the good vibes, baby. Keep it hard, keep it banging. Nando Leaks. Hey, what up? It's Game, man. Nando Leaks. Hey, what's up? Yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up? DJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This is J Balvin. Nando Leaks. Okay? Okay. Fernando. X is in that station for a reason, baby. Nando Leaks.